Kijkt de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van harte welkom. En ik geef de heer Omtzigt namens het CDA als eerste spreker het woord. De spreektijden zijn 4 minuten. Voorzitter, kunt u een voorbeeld noemen van een vliegramp waarbij de onderzoekers wel de primaire radargegevens wilden, maar ze niet kregen, was een CDA-kamervraag. Het antwoord van de regering: wij kunnen u geen voorbeeld uit de afgelopen 10 jaar noemen. Bij het grootste onderzoek naar een luchtramp zijn de primaire radargegevens weg. Op de primaire radargegevens zie je waar een raket vliegt, zie je of er andere vliegtuigen in de lucht zijn en je ziet de brokstukken. Dit is evident belangrijk voor het onderzoek. En, oordeelde ook de heer Knoops, voor een eventuele veroordeling als bewijsmateriaal. Onder de ICAO, dus de VN-regels, zijn landen verplicht deze gegevens te leveren. Wist de regering dat deze gegevens er niet waren? In april is er een gesprek geweest, naar aanleiding van het Kamerdebat, met de OVV over ontbrekende stukken. Heeft de OVV dit toen gemeld? In juli is er concept inzage geweest. Toen wist de regering het toch. En er is hoge politieke en ambtelijke ondersteuning geweest. Welke signalen heeft de regering in al die gesprekken gekregen? En, kijkend naar een tv-uitzending met een voormalig minister, is er wel degelijk tussen de onderzoekers en de regering gesproken over bepaalde onderzoeksfeiten. Waar zou die radar kunnen zijn? De civiele radar in Oekraïne. Gisteren kwam in één keer de oud-staatssecretaris die zei: het is ons niet gevraagd. Maar hij was pas sinds december 2014 staatssecretaris. Eurocontrol zei: Oekraïne heeft ons niks gemeld. Maar de ambassadeur zegt: Artemisk en Donetsk waren kapot. Dnepropetrovsk lag te ver en Tsjugiev was in onderhoud. Ja, dat zijn dus 4 radarstations. De Oekraïnse militaire radar. Zij zeiden gewoon: we hadden geen vliegtuig in de lucht, maar ze hadden wel gewaarschuwd voor een militaire invasie van Rusland. Dan doe je je radar niet uit. Wat zeiden de Oekraïnse autoriteiten daarover? Rusland had de radardata en heeft ze gewist. Weten we zeker dat dat gewist is? Want als je bewijsmateriaal vernietigt, ben je strafbaar. De VS hebben ze supergeheim verklaard, maar onderminister Nuland heeft gezegd: als Nederland ze vraagt, dan zullen we overwegen om ze openbaar te maken. Waarom vraagt de Nederlandse regering niet ze te declassificeren? En de NAVO, die mocht zelf zoeken. Dus voorzitter, de vragen van de CDA-fractie. Wanneer was de regering op de hoogte? Is het aan de orde geweest in het gesprek met de OVV in april? Wat is er in juli gedaan? En de diplomaat die van de Nederlandse regering is ingezet in maart, moet toch ook informatie doorgegeven hebben? Hoe moeten wij oordelen dat in het voorlopige rapport van de OVV aan het eind in oktober 2014 staat dat Rusland primaire radargegevens overhandigd heeft, die later niet aanwezig bleken te zijn? 2. Klopt het OVV-rapport nog als nu blijkt dat de radars in Oekraïne niet in onderhoud waren, maar dat er 2 kapotgeschoten zijn? En hoe komt het dat de onderzoekers geen contact opgenomen hebben met de organisatie Eurocontrol die daarover gaat? Dat hebben we namelijk nagevraagd als Tweede Kamer. 3. Het OM zou mondeling hebben meegedeeld dat zij niet langer behoefte heeft aan de radardata. Waarom gebeurt dat niet schriftelijk en wie heeft dat mondeling meegedeeld en is dat ook namens het hele JIT? En wellicht vraagt u zich af waarom wij als politiek ons ermee bemoeien. Nou, de ICAO-regels schrijven voor dat het de regering is die een klacht moet indienen of een procedure moet starten. En ook onder VN-resolutie 2166, dat is de resolutie een paar dagen na het neerhalen van de MH17, staat in artikel 11 dat de secretaris-generaal van de VN eventueel wil helpen als er problemen zijn. Het CDA vraagt dan ook dat de 5 plekken waar radardata zou kunnen zijn, dat de Nederlandse regering via diplomatieke wegen een dringend verzoek doet om alles beschikbaar te stellen en daar te kijken waar het verdwenen is, waarom het verdwenen is, en vraagt na die 10 dagen een plan te krijgen van de Nederlandse regering om alsnog in ICAO-verband of in VN-verband
deze radardata te achterhalen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Bommel namens de SP-fractie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, sinds de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, OVV, is er nogal wat commotie ontstaan vanwege al dan niet beschikbare radar- en satellietgegevens die mogelijk meer kunnen vertellen over wat er op die fatale dag, 17 juli 2014, precies is gebeurd met vlucht MH17. De SP betreurt het zeer dat er onduidelijkheid is ontstaan en hoopt dat het kabinet de zorgen die er op dit punt bestaan kan wegnemen. In de brief van 21 januari schrijft de minister van Veiligheid en Justitie een en ander over radar- en satellietgegevens. Alhoewel er lang onduidelijkheid over bestond, staat er in de brief dat de Amerikaanse autoriteiten gerubriceerde radar- en satellietinformatie hebben gedeeld. Van Oekraïne zijn echter alleen ruwe en verwerkte secundaire radargegevens ontvangen en van Rusland zijn niet de ruwe radargegevens, maar wel videoopnamen van een combinatie van verwerkte, primaire en secundaire radargegevens. Beide zijn beperkt bruikbaar voor onderzoek. Ook hebben Oekraïne en Rusland aangegeven niet over nadere gegevens te beschikken, wat zeer merkwaardig is. Verder wordt er in de brief gemeld dat het Openbaar Ministerie heeft aangegeven op dit moment over voldoende informatie te beschikken en daarom nu geen behoefte te hebben aan aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Als dat later nodig is, komt het kabinet in actie. Daarnaast heeft de OVV verklaard dat er voor het onderzoek voldoende informatie voorhanden was en dat eventuele aanvullende radar- of satellietgegevens de conclusies van de onderzoeksraad niet zullen veranderen. Voorzitter, dat vindt de SP een vreemde zaak. Experts die vorige week deelnamen aan de hoorzitting over de MH17-vlucht hadden ook veel op- en aanmerkingen. Wetenschappers stelden bijvoorbeeld dat nadere radar- en satellietgegevens een veel nauwkeuriger beeld zouden kunnen geven van de precieze vuurlocatie van de boekraket, waardoor daders nadrukkelijker in beeld kunnen komen. In het rapport van de OVV wordt immers een relatief groot gebied aangewezen als locatie van waaraf geschoten is. Kan de minister hierop ingaan? De locatie zou toch preciezer te duiden moeten zijn met de juiste informatie. Een woordvoerder van ICAO stelde tijdens de hoorzitting dat het optreden van de Oekraïense en Russische autoriteiten met betrekking tot het onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17 mogelijk strafbaar is. Bedoeld werd dat beide landen relevante radarbeelden niet hebben verschaft en dat, in het geval van Oekraïne, de OVV, de Oekraïense luchtverkeersleider, die als laatste vlucht MH17 onder zijn hoede had, niet mocht spreken. Kan hierop gereageerd worden? Wordt deze opvatting gedeeld? En is het juist dat de verkeersleider niet is gesproken, terwijl dat bij dergelijke rampen standaard gebruik is? Een andere deskundige van de Technische Universiteit Delft merkte op dat het vreemd is dat de verschillende Oekraïense radars die informatie over vlucht MH17 zouden kunnen opleveren, allemaal uitstonden ten tijde van de aanslag. Verder werd het onwaarschijnlijk genoemd dat de radars uitstonden vanwege gepland onderhoud, zoals door Oekraïne gesteld is. Hoe kijkt de minister hier tegenaan? Is dit toeval? Is Oekraïne op dit punt om opheldering gevraagd? Voorzitter, de SP heeft grote zorgen over de beschikbaarheid van radar- en satellietbeelden en de mogelijke gevolgen hiervan voor de onderzoeken naar het neerstorten van vlucht MH17. Die zorgen worden nog vergroot door een al eerder gegeven antwoord op een heel eenvoudige vraag. Op de vraag: kunt u enig ander vliegtuigongeluk in Europa benoemen in de afgelopen 10 jaar, waarbij de onderzoekers onder de regels van ICAO wel de primaire radargegevens wilden, maar ze niet kregen, werd door de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken even helder als kort geantwoord. Het is al gememoreerd. Het antwoord is nee. Uit de hoorzitting begreep ik dat mocht een vergelijkbare ramp met een vliegtuig in Nederland plaatsvinden, alle relevante informatie doorgaans binnen 1 dag beschikbaar is. Dat zet te denken. Ik sluit af, voorzitter. De minister van Veiligheid en Justitie stelt, ondanks alles, dat het kabinet de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO of de Verenigde Naties niet zal verzoeken om aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Volgens de SP is dat een verkeerde houding.
De zojuist gegeven voorbeelden geven naar de opvatting van de SP alle aanleiding om nu al in actie te komen. Van het kabinet hoor ik daarom graag welke mogelijkheden het ziet om in ICAO of VN-verband eventueel op andere manieren inspanningen te leveren om relevante informatie boven water te krijgen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Ten Broeke namens de VVD-fractie. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is het zevende debat sinds MH17 werd neergehaald. En vanaf dat moment hebben we steeds drie doelen voor ogen gehad. Eerst alle lichamen gerepatrieerd en geïdentificeerd. En dat is op twee slachtoffers na gelukt. Vervolgens onderzoek naar de toedracht, zodat we precies weten wat er is gebeurd. Dat is met het alom geprezen en in de hele wereld gelezen rapport van de OVV gelukt. En nu zijn we toe aan de laatste stap, vervolging en berechting. De daders moeten achter de tralies. Dat is tegelijkertijd ook de moeilijkste stap. Succes is hier niet gegarandeerd, maar dit moet wel het doel zijn. De daders achter de tralies. Voorzitter, dit is waar elk debat over MH17 vanaf nu over zal gaan. Ook vandaag, als we spreken over de radargegevens. En over die radargegevens is al ontzettend veel gezegd en zo mogelijk nog veel meer gespeculeerd. Ik geloof niet dat er iemand in deze Kamer is die deze gegevens niet zou willen hebben. Ik kan me daar ook geen enkel motief bij voorstellen. We zijn weliswaar als Kamer één controlerende instantie. Maar ik wil hier vandaag ook twee collega's complimenteren. De heren Sjoerdsma en Omzicht sinds vanmorgen pitbulls gedoopt. Met hun niet aflatende inzet om dat voor elkaar te krijgen. Voorzitter, er zijn veel suggesties gedaan over hoe we die radargegevens zouden kunnen krijgen. Zoals een klacht indienen bij ICAO. Of bij de VN-veiligheidsraad. Of een brief naar de secretaris-generaal van de VN. Of nog eens een keertje aandringen bij Russische autoriteiten. Of dat niet ergens toch die radargegevens die gewis zouden zijn hebben liggen. Mijn vraag is, zal dit ons doel, de daders achter de tralies, dichterbij brengen? En ik vraag mij dat naar de hoorzittingen van vorige week alleen nog maar meer af. Voorzitter, het rapport van de OVV is namelijk heel helder. Wat zij hebben kunnen inzien is voldoende voor hun conclusies. En die conclusies die wil ik niet meer in twijfel trekken. Die conclusies die staan als een huis. De OVV zegt ook zelf er geen behoefte aan te hebben. En dan het Openbaar Ministerie, het OM-onderzoek. Daar wil ik als Kamerlid niets doen dat de kans verkleint om de daders achter de tralies te krijgen. Maar ik wil er ook zeker van zijn dat de regering niets nalaat om die kans te vergroten. Zoals wij weten, doet het Joint Investigation Team, een internationaal samenwerkingsverband van meerdere opsporingsinstanties, waaronder ons eigen Openbaar Ministerie, strafrechtelijk onderzoek naar de ramp. Ik begrijp dat het OM heeft aangegeven dat men, en ik citeer, op dit moment over voldoende informatie beschikt en dat nu geen behoefte bestaat aan het doen van verzoeken voor aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. En ik zal heel eerlijk zijn, voorzitter, dat verbaast mij. De radargegevens kunnen toch van cruciaal belang zijn voor de strafzaak. Experts, de heer Van Bommel zei het net ook al, lieten zich ook in die zin uit tijdens de hoorzitting die we hebben georganiseerd. Al was het maar, Omzicht zei dat, om de juiste afvuurlocatie beter te kunnen vaststellen. En zojuist ontvingen we de brief van de minister. Het OM, ik citeer opnieuw, kan niet naar buiten brengen welke vertrouwelijke informatie deel uitmaakt van het onderzoeksdossier. Maar heeft laten weten ruime medewerking te krijgen bij dit onderzoek. Ruime medewerking bij dit onderzoek. En dat is dus helder. Ik zie niet in wat we meer zouden moeten doen dan hier elk debat opnieuw en in alle vragen die gesteld zijn, de regering aan te sporen, dit vol te houden, alle medewerking te verlenen en daar dan ook kont van te doen. Dan de satellietbeelden van de Amerikanen. De Amerikaanse onderminister van Europese Zaken, Victoria Nuland, heeft laten weten bereid te zijn deze deels te declassificeren. Collega's Omzicht en Sjoerdsma opnieuw hebben vragen gesteld over deze kwestie en terecht. En de beantwoording stelt mij nog niet geheel gerust. Informatie is, schrijft de minister, met de OVV, het OM en de inlichtingendiensten gedeeld. Maar hij kan geen mededelingen doen over de inhoud daarvan vanwege de opsporingsstrategie. Dat snap ik. Maar de suggestie van Nuland lijkt veel verder te gaan. Zij zegt al op 17 december 2014, they are likely to ask us to declassify some of that. And I think we will be able to help in that regard. Wat betekent dat, voorzitter? Waar zijn de Amerikanen dan wel toe bereid? En tijdens onze hoorzitting deed de heer Vladimirov
Een interessante suggestie. Hij zei, het komt voor dat bepaalde informatie nuttig kan zijn voor een strafzaak, maar dat men de informatie niet wil verstrekken omdat het afkomstig is van inlichtingendiensten. Dit probleem kan worden opgelost door de gevraagde informatie alleen intern te gebruiken voor opsporingsdoeleinden, maar niet voor openbare bewijslevering. Ik ben rondaf, voorzitter. Deze methode, zo zei de heer Vladimirov, kan worden gebruikt in MH17-zaak. Hij zei er direct bij dat het een riskante route is, omdat het eerlijke berechting onder druk kan zetten. Maar als deze methode de kans groter maakt dat de daders achter de tralies komen, dan vind ik dat we die serieus moeten onderzoeken. En daarom wil ik de minister van VNJ vragen wat zijn juridische oordeel is over deze suggestie. Ik heb die vraag ook al schriftelijk met de collega's gesteld, maar misschien dat hij daar vandaag al op iets over kan zeggen. Ten slotte, helemaal ten slotte, wil ik vooruitkijken. Ik begrijp dat de staatssecretaris van IMM nu bezig is met een bewaarplicht voor radargegevens. Landen moeten worden verplicht hun radargegevens te bewaren. De VVD is blij met die inzet. We willen geen trucendozen meer, geen smoesjes waar landen zich achter kunnen verschuilen als radargegevens van belang zijn voor een groot internationaal onderzoek. Kan de staatssecretaris ons iets zeggen over hoe die onderhandelingen verlopen? Dank u, voorzitter, de VVD wil de daders achter de tralies. Dat wordt ontzettend moeilijk. Maar juist daarom moeten we alles doen wat daarbij helpt, maar ook alles nalaten wat daarbij niet helpt. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Sjoerdsma namens D66. Voorzitter, we zagen de lancering, we zagen de baan, we zagen de inslag, we zagen het vliegtuig van de radar verdwijnen. Dus er is geen mysterie over waar het vandaan kwam en waar deze wapens vandaan komen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, van John Kerry, kort na de ramp met MH17. Belangrijke informatie om de onderste steen boven te krijgen. Om de daders voor de rechtbank te krijgen. En waarschijnlijk het meest directe bewijs van wat er die dag in het luchtruim boven Oekraïne is gebeurd. De Russen daarentegen zeggen dat zij de primaire radargegevens hebben gewist. En dat is ongehoord. Oekraïne beweert dat radarsystemen in onderhoud waren, dat ze kapot waren of dat ze uitstonden. En dat is op zijn minst opmerkelijk. Gezamenlijk een heel vreemde situatie. Het ontbreken van deze radargegevens verhoudt zich niet met internationale afspraken van de International Civil Aviation Organization, ICAO, die landen juist verplicht om alle gegevens na een ongeluk te bewaren en die te overhandigen aan de onderzoekers. Het verhoudt zich ook niet met resolutie 2166 van de VN-veiligheidsraad, dat alle landen committeert om mee te werken aan het onderzoek. Ik zou het kabinet willen vragen, waarom heeft Nederland geen procedure bij ICAO gestart om dit geschil over radargegevens voor te leggen? Er zijn namelijk genoeg voorbeelden uit het verleden waarin die mogelijkheid wel is benut. De onderste steen boven vraagt dat Nederland echt alles doet wat mogelijk is. Dus ook alles doen om die primaire radargegevens boven tafel te krijgen. De minister schrijft aan de Kamer dat de radargegevens de conclusies van de OVV niet zullen wijzigen. En dat is geruststellend. Die conclusies die staan. Tegelijkertijd stelt het kabinet dat het Openbaar Ministerie op dit moment over voldoende informatie beschikt. Het Openbaar Ministerie heeft dat echter alleen mondeling laten weten aan de minister. Ik zou willen vragen, wanneer is dat gebeurd? Wie heeft dat de minister laten weten? En waarom is iets van dergelijk belang niet schriftelijk bevestigd? Wanneer heeft het kabinet voor het eerst met het Openbaar Ministerie gesproken over het ontbreken van deze radargegevens? De minister geeft aan dat pas als het Openbaar Ministerie daarom verzoekt, het kabinet de ICAO of de VN zal verzoeken om aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Dat klinkt alsof het niet is uitgesloten dat het Openbaar Ministerie alsnog die primaire radargegevens nodig kan hebben om het bewijs rond te krijgen. Ik vraag de minister, begrijp ik dat goed? En als dat verzoek alsnog zou komen, hoe lang duurt het dan voordat de radargegevens boven water kunnen worden gekregen? Voorzitter, ik begon ermee. De Verenigde Staten hebben aangeboden om de radargegevens deels te klassificeren. Collega Den Broeke had het ook over het citaat
van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Nuland. Hoe zeker is dat de Verenigde Staten daartoe bereid zijn en heeft Nederland hierom inderdaad verzocht? En zo nee, waarom niet? Want als er enige relevantie is, waarom accepteert Nederland dan niet sowieso dit in ieder geval schijnbaar genereuze aanbod van de Amerikanen om de beschikbare informatie te declassificeren? Voorzitter, graag een reactie van de aanwezige ministers en de staatssecretaris op deze vraag. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bontes namens de groep Bontes van Klaveren. Voorzitter, de nasleep van de aanslag op de MH17 wordt gekenmerkt door geheimzinnigheid. Documenten worden zwart gelakt of tot staatsgeheim verklaard. Ook bij de radargegevens lijkt de bereidheid afwezig om de onderste steen boven te halen. Nabestaanden stuurden daarom brieven aan premier Rutte en de presidenten van Rusland en Oekraïne. Zij nemen terecht het heft in eigen handen. Door gebrek aan daadkracht en transparantie wordt het wantrouwen bij nabestaanden en het Nederlandse volk gevoed. En dat wantrouwen, voorzitter, is heel goed te begrijpen. Voorzitter, Oekraïne en Rusland stellen middels dubieuze verklaringen dat zij geen primaire radargegevens hebben. De voormalige staatssecretaris van Oekraïne zegt zelfs dat de OVV nooit om de radarbeelden heeft gevraagd. Dit werd later weer ontkend door de regering. Dat er iets onder de pet wordt gehouden is duidelijk. Het kabinet moet actie ondernemen. Waarom schakelt zij ICAO of de VN niet in? Of pakt het Rusland en Oekraïne niet juridisch aan om alle radargegevens boven tafel te krijgen? En hoe is het mogelijk dat er geen behoefte is aan aanvullende radargegevens, terwijl deskundigen juist wijzen op de noodzaak hiervan voor de strafrechtelijke vervolging? Voorzitter, de afwachtende houding van het kabinet is schrijnend om te zien. Wij zeggen tegen deze ministers, sla met de vuist op tafel. Zorg ervoor dat alle relevante informatie boven tafel komt om de daders voor het gerecht te slepen. Het is tijd voor de waarheid. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Droon namens de PVV-fractie. Voorzitter, de primaire radarbeelden van 17 juli 2014 kunnen cruciaal zijn om de onderste steen boven te krijgen. En het zijn beelden die door Oekraïne en door Rusland niet zijn overhandigd. Niet aan het OVV en ook niet aan het OM. En zeker wat betreft de primaire radarbeelden van Oekraïne is dat opmerkelijk. De kans is groot dat juist op deze primaire radarbeelden de afgeschoten Buk-raket en zijn afvuurlocatie te zien zouden zijn. En ook het uiteenvallen van het vliegtuig zou op deze beelden vrijwel zeker waarneembaar zijn. Aldus radardeskundige van Genderen tijdens de hoorzitting van deze Kamer op 22 januari. Voorzitter, als de afvuurlocatie van de Buk-raket met zekerheid kan worden afgeleid uit primaire radarbeelden, dan zijn die primaire radarbeelden essentieel, lijkt me. Is de minister dat met mij eens? Ondanks het belang van de primaire radarbeelden is het kabinet er niet actief naar op zoek gegaan. Zo legde het kabinet geen verzoek neer bij het ICAO om ervoor te zorgen dat die primaire radarbeelden op tafel kwamen. Is de minister bereid dat verzoek alsnog te doen? Voorzitter, Rusland. Rusland heeft gezegd de radargegevens maar vernietigd te hebben omdat het verongelukken van MH17 zich niet voordeed op het Russisch grondgebied. Een onbegrijpelijke houding vind ik dat. Het mag dan misschien zo zijn dat Rusland daarmee juridisch niet fout zat, maar ethisch gezien is dat gedrag van Rusland buitengewoon kwalijk. Is Rusland daar door onze regering op aangesproken? Is de regering alsnog bereid om de ambassadeur van Rusland hierover op het matje te roepen? Voorzitter, de nabestaanden van de slachtoffers voelden zich genoodzaakt om Rutte, Poroshenko, Poetin en John Kerry daarover aan te schrijven. Het had natuurlijk nooit zo ver mogen komen, voorzitter, dat de nabestaanden zich tot deze schriftelijke smeekbede genoodzaakt voelden.
Wat is er op dit punt misgegaan in de communicatie tussen regering en slachtoffers? Graag een reactie van de kant van de bewindslieden. Voorzitter, het ontbreken van de primaire radarbeelden kan implicaties opleveren voor het strafrechtelijk onderzoek. Acties om deze bewijsstukken te verkrijgen is dus noodzakelijk. Waarom puilen de brievenbussen van ICAO en de staten Oekraïne en Rusland niet uit met Nederlandse verzoeken? Waarop baseert het kabinet eigenlijk het vertrouwen dat het OM beschikt over voldoende radargegevens? En dat de conclusies die uit die radargegevens die men wel heeft kunnen worden getrokken, dat die niet anders zouden kunnen worden als er wel primaire radargegevens beschikbaar waren? Hoe weet de minister zeker dat dat zo is? Graag een reactie. Een ander punt, voorzitter, is nog dit. Satellietdeskundige Langbroek constateerde in de hoorzitting van de Tweede Kamer dat als je gegevens geheim houdt, je andere partijen een handvat geeft om de conclusies van het onderzoek in twijfel te trekken. Als dus primaire radargegevens niet in het onderzoek zijn ingebracht, al of niet opzettelijk, dan zou dat kunnen worden gebruikt om het onderzoek in twijfel te trekken. En daarom vraag ik de minister om daarop in te gaan. Hoe beoordeelt hij dat afbreukrisico? Dan is er, voorzitter, de chaotische informatieverstrekking uit Oekraïne over waarom er geen primaire radargegevens zouden zijn. De oud-staatssecretaris Jules Meister, voormalig lid van het Oekraïnse onderzoeksteam MH17, kwam deze week met opmerkelijke uitspraken. Hij suggereerde dat er primaire radarbeelden hebben bestaan en het zou gaan om civiele primaire radarbeelden. Maar nog dezelfde dag, voorzitter, werd zijn verklaring weer tegengesproken door het Oekraïnse ministerie van Infrastructuur. En dan was er nog de verklaring van de Oekraïnse ambassadeur in ons land. De eerste radar was vernietigd, de tweede was in onderhoud en de derde had geen bereik. En dat is wel, voorzitter, een heel ander verhaal dan we kunnen lezen in het verslag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Oekraïnse civiele primaire radarstations in het gebied functioneerden, zo lezen we daar, op het moment van de crash niet vanwege periodiek onderhoud. Daarnaast zei radardeskundige Van Gender in de hoorzitting van de Tweede Kamer dat het merkwaardig en abnormaal is dat 3 civiele radarstations tegelijkertijd in onderhoud waren, zoals de OVV stelt. Graag een reactie van de minister. Grote vraag blijft nu, werkten die civiele primaire radarstations nu wel of niet op 17 juli 2014? Eurocontrol zegt geen melding te hebben gehad van het niet functioneren, terwijl Oekraïne dat wel had moeten melden. Is bij Oekraïne om opheldering gevraagd waarom dat niet is gebeurd? Tot slot, voorzitter, afrondend de volgende vragen. Zijn er van Oekraïne militaire radargegevens verkregen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren dat voor radargegevens? Ten tweede, beschikt het OM over meer informatie over de afvuurlocatie van de Buk-raket dan uit secundaire radarbeelden die van Oekraïne zijn verkregen kan worden afgeleid? En ten derde, is het kabinet bereid om Kyiv nogmaals te verzoeken om de civiele primaire radarbeelden? En tot slot, is het kabinet bereid om Kyiv opheldering te vragen waarom de primaire civiele radarstations niet in werking waren? Want daar zijn verschillende uiteenlopende verklaringen voor gegeven. Dank u zeer, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik tot slot het woord aan de heer Servaas namens de PvdA-fractie. Voorzitter, ruim anderhalf jaar na het neerhalen van vlucht MH17 wordt het geduld van velen nog altijd op de proef gesteld. En we zien daar de laatste dagen soms op hele aangrijpende wijze ook wel uitingen van. Iedereen die hier zit en die zich ook bij dit dossier betrokken voelt, voelt dat ongeduld, denk ik ook. Inderdaad, die eerste stap, het terughalen van de overblijfselen van mensen is geslaagd. Maar die andere twee taken, waarheidsvinding, OVV, is afgerond. Maar strafrechtelijk onderzoek loopt natuurlijk nog. En die twee zaken, de waarheid boven tafel krijgen, de toedracht, en het strafrechtelijk onderzoek en berechting, zou eigenlijk steeds plaats moeten vinden in een sfeer waar ook naar zoveel mogelijk transparantie gestreefd wordt. Daar heeft iedereen behoefte aan. Sowieso zou je kunnen zeggen dat de overheid en ook instituties die namens de overheid dit werk doen, zoveel mogelijk openheid als norm zouden moeten hebben. Maar las ik vandaag treffend beschreven, vond ik, in een zaak die de NOS, RTL en de Volkskrant aanspanden. Zij beschreven, gezien de maatschappelijke impact van de vliegramp met de MH17 en de vele vragen die nog leven, is het van groot belang dat de overheid transparant is over al zijn inspanningen in de nasleep van deze ramp. Ik denk dat iedereen het daar mee eens is. En toch, tussen die zaken die nagestreefd worden, met name dat strafrechtelijk onderzoek nu,
En dat die behoefte aan transparantie kan wel spanning bestaan. Bijvoorbeeld dat je relaties met landen die je later in het proces nog nodig hebt, bijvoorbeeld voor de oprichting van het tribunaal, nu misschien niet te veel op scherp wil zetten. Klinkt onbevredigend, maar kan wel verstandig zijn. Er zijn ook beperkingen in de juridische afdwingbaarheid van sommige internationale afspraken. Met name ICAO is internationaal rechtelijk boterzacht, zou je kunnen zeggen. Zowel advocaat Knoops als de juriste De Hoon wezen daar op in de hoorzitting die wij vorige week hadden. En ten derde, natuurlijk is het altijd een zeker belang van vertrouwelijkheid gedurende een lopend strafrechtelijk onderzoek. Huiselijk gezegd wil je natuurlijk degene die je verdenkt en die hen misschien beschermen, niet wijzer maken dan strikt noodzakelijk. En de heer Langbroek die onderschreef die stelling ook in diezelfde hoorzitting. Dat er spanning dus bestaat is duidelijk en daar heb ik ook wel zeker begrip voor. Belangrijk is natuurlijk de uitspraak die het Openbaar Ministerie gedaan heeft, dat zij op dit moment voldoende informatie hebben en de toezegging van de regering dat mocht zij toch behoefte hebben aan bijstand, dat zij die zullen geven. Voorzitter, in aanvulling op de vele vragen die hier al over gesteld zijn, zou ik eigenlijk drie zaken nog willen verduidelijken. Het eerste, de communicatie met en vooral van de Oekraïnse regering, want die is op zijn zachtst gezegd onduidelijk, soms tegenstrijdig. Collega De Roon noemde daar denk ik net een aantal voorbeelden van. Met name deze week bleek weer wat voor een onduidelijkheid er kan ontstaan. En ik denk dat iedereen aanvoelt hoe buitengewoon onplezierig dat is. Ik vraag de regering hoe zij dit duidt. Hoe verklaart zij dat de Oekraïnse regering op verschillende momenten verschillende verklaringen geeft? En welke contacten zijn daar met name ook de afgelopen dagen met de Oekraïners over geweest? Tweede punt, voorzitter, betreft de radar- en satellietgegevens van de Verenigde Staten. De uitspraken van Victoria Nuland werden al door een aantal collega's aangeroepen. En ik vraag de regering of zij het mogelijk acht dat de toezegging die zij feitelijk al deed in die publieke uitspraak ook formeel bevestigd kan worden van de regering tot regering tussen Nederland en de Verenigde Staten, namelijk dat de declassificatie plaats zal vinden wanneer het onderzoek dat toelaat. Ten derde, voorzitter, er bestaat bij de nabestaande behoefte om regelmatig bijgepraat te worden door het Openbaar Ministerie en de NCTV. In de brief van de minister-president aan de heer Schansman en via hem aan een aantal andere families wordt toegezegd om nu alsnog een bijeenkomst te organiseren. Dat lijkt me een goede stap. Ik moet zeggen dat ik het wel spijtig vind dat blijkbaar een eerder verzoek van diezelfde nabestaande is afgewezen. Ik zou eigenlijk de toezegging willen dat er vanaf nu gewoon regelmatig geïnformeerd wordt, in ieder geval als daarom gevraagd wordt, met begrip dat dat op hoofdlijnen zal zijn en dat daar ook niet alles op tafel gelegd kan worden, maar in ieder geval om dat contact structureel en goed te houden. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik schors de vergadering tot 9:00. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De
vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ik heropen de vergadering en geef de minister van Veiligheid en Justitie het woord. Voorzitter, hartelijk dank. En dank ook aan de leden van uw Kamer voor de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen. De taakverdeling tussen mij en mijn collega's is als volgt, dat na mij de minister van Buitenlandse Zaken zal spreken over alles wat betrekking heeft op de buitenlandse betrekkingen en de Verenigde Naties. En de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal zich met name richten op de vragen die gesteld zijn over ICAO en de ontwikkelingen daar. Voorzitter, de Nederlandse regering heeft vanaf het moment dat de afschuwelijke ramp met de MH17 plaatsvond, drie doelstellingen geformuleerd. Allereerst, de heer Ten Broeke zei dat ook, allereerst de repatriëring van de slachtoffers en hun bezittingen. Vervolgens de daarbij horende identificatie, waarvan helaas we niet in gelegenheid zijn geweest om de laatste twee slachtoffers definitief te identificeren. Vervolgens duidelijkheid te verkrijgen omtrent de toedracht van de afschuwelijke ramp. Dat is gedaan op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En tenslotte de vervolging en waar mogelijk ook de berechting van de daders. Dat laatste onderdeel, voorzitter, is in volle gang. Het strafrechtelijk onderzoek vindt, zoals u weet, plaats. Heeft ook de absolute prioriteit van de Nederlandse regering. Het Joint Investigation Team wordt gecoördineerd door het Nederlandse Openbaar Ministerie. En op alle mogelijke manieren die nodig is, naar het oordeel van het Openbaar Ministerie, zal de Nederlandse regering haar hulp aan het onderzoek verlenen. En vandaag gaat het debat heel specifiek over de beschikbaarheid van radar- en satellietgegevens voor zowel het onderzoek van de onderzoeksraad dat al afgesloten is en het Joint Investigation Team in het kader van de strafrechtelijke vervolging en berechting van de daders. En laat ik vooropstellen, voorzitter, dat ik er heel veel begrip voor heb, ook voor al die nabestaanden die ook vinden dat hun geduld zeer op de proef wordt gesteld. En ik realiseer me ook, en ik heb dat ook gehoord bij een aantal van de woordvoerders, dat die zich dat ook beseffen, dat zo'n strafrechtelijk onderzoek naar zoiets afschuwelijks als de ramp met de MH17 eigenlijk natuurlijk voor niemand snel genoeg kan gaan. Maar tegelijkertijd geldt, en dat is ook hier vanavond door een aantal van de woordvoerders nog eens bevestigd, dat er maar één belang is, dat is dat het strafrechtelijk onderzoek zorgvuldig plaatsvindt, dat er op geen enkele manier schade aan het onderzoek wordt toegebracht, ook niet door informatie uit dat strafrechtelijk onderzoek vroegtijdig te delen met wie dan ook, en dat vervolgens natuurlijk zo is dat het Openbaar Ministerie samen met het Joint Investigation Team de verantwoordelijkheid heeft om dat onderzoek ook maximaal succesvol te laten zijn. Dat is het belang dat wij allemaal hebben. En als daarvoor nodig is dat ons geduld op de proef wordt gesteld, voorzitter, dan denk ik dat er breed begrip is, hoe vervelend dat ook is, dat dat geduld op de proef wordt gesteld met het oog op het door iedereen gewenste resultaat. Voorzitter, we hebben over de radarbeelden al een paar maal met uw Kamer van Gedachten gewisseld schriftelijk. En vandaag nog is een brief van de collega van Buitenlandse Zaken en mijzelf aan uw Kamer gestuurd naar aanleiding van de mediaberichten waarin een voormalig lid van de Oekraïnse regering beweerde dat de onderzoeksraad nooit om de primaire radargegevens zou hebben gevraagd. Nou, inmiddels heeft de Oekraïnse regering afstand genomen van het beweerde en ook de onderzoeksraad zelf heeft aangegeven dat de bewering onjuist is. De onderzoeksraad heeft de Oekraïne formeel en op verschillende momenten verzocht alle relevante radardata te overhandigen aan het onderzoeksteam. Maar goede vraag, de vraag die van belang is, is wat is nu het belang van radar- en satellietbeelden? En het is juist, dat heb ik ook bij een aantal woordvoerders vandaag nog eens bevestigd gehoord, ook naar aanleiding van de hoorzitting, voorzitter, is dat radar- en satellietbeelden uiteraard kunnen helpen bij het vaststellen wat de oorzaak is geweest van de ramp met de vlucht van de MH17 en kunnen helpen bij het vaststellen wat de plaats is geweest waar vandaan de raket zou zijn afgevuurd. En bovendien kunnen radar- en satellietbeelden helpen bij het uitsluiten van eventuele andere scenario's als oorzaak van de ramp. Maar natuurlijk zijn radar- en satellietbeelden niet het enige bruikbare bron voor beide onderzoeken. Ten behoeve van zowel het onderzoek van het Joint Investigation Team als voor het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn van Oekraïne ruwe en verwerkte secundaire radargegevens ontvangen.
van de Russische Federatie zijn niet de ruwe radargegevens, maar wel videoopnamen van een combinatie van verwerkte primaire en secundaire radargegevens ontvangen. Beide landen hebben aangegeven niet over nadere gegevens te beschikken. De Amerikaanse autoriteiten hebben desgevraagd gerubriceerde, en dat wil zeggen geheime, radar- en satellietinformatie die afkomstig is van hun inlichting- en veiligheidsdiensten, gedeeld met de Nederlandse militaire inlichting- en veiligheidsdienst. En via de militaire inlichting- en veiligheidsdienst hebben zowel de onderzoeksraad als het Openbaar Ministerie kennis kunnen nemen van deze gegevens. En desgewenst zijn die gegevens ook beschikbaar via de militaire inlichting- en veiligheidsdienst voor het strafproces. En ik zeg alvast hier, als het zo mocht zijn, in de richting ook van met name de heer Servaas en de heer Ten Broeke, maar ook de andere leden die daarom gevraagd hebben, dat als het zo mocht zijn dat het Openbaar Ministerie declassificatie van die informatie nodig heeft voor het strafproces, dan zal de Nederlandse regering daar uiteraard om vragen. De minister van Buitenlandse Zaken zal daar misschien nog een nadere toelichting op geven. Voorzitter, dan kom ik bij het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Oekraïense autoriteiten hadden op basis van de regels... De heer Ten Broeke. Het kan zijn dat ik deze vraag misschien eens aan de minister van Buitenlandse Zaken moest stellen, maar ik probeer het nu toch. Begrijp ik nu goed dat, dat er is gedeclassificeerd, dus als het gaat om de Amerikaanse satellietinformatie, gedeclassificeerd ten behoeve van de MIVD, dat die informatie vervolgens is gedeeld met leden van het Openbaar Ministerie die het onderzoek doen, dat is dus secundair. En dat als de behoefte zou bestaan om dat voor het strafproces, in welke vorm dan ook, te declassificeren of te derubriceren, dat Nederland op dat moment daar actie toe zal ondernemen. De minister. Voorzitter, even technisch gezien, of er al sprake is van declassificering tussen de Amerikanen en de militaire inrichting, dat weet ik niet. Daar zal ik ook geen uitspraak over doen. Maar het is heel juist wat de heer Ten Broeke zegt. Als het Openbaar Ministerie, de Nederlandse regering, zou verzoeken vanwege het belang van het strafproces om tot welke vorm van declassificering over te gaan, dan zullen wij dat verzoek uiteraard meteen doorgeleiden aan de betreffende instanties, in dit geval de Amerikaanse overheid. Dus voor alle helderheid, u wacht op het OM met een mogelijk verzoek. Zo is het. Gaat u verder. Voorzitter, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft de bevoegdheid tot het doen van onderzoek overgedragen gekregen van de Oekraïense autoriteiten, die op grond van de regels van het ICAO de verantwoordelijkheid zouden moeten hebben voor het onafhankelijke onderzoek naar de toedracht van de ramp. De VN-veiligheidsraad nam, zoals terecht is gememoreerd, resolutie 2166 aan, waarin de Veiligheidsraad ook heeft opgeroepen tot onbeperkte en veilige toegang tot de plaats van de ramp en volledige steun aan een onafhankelijk internationaal onderzoek. Het kabinet hechtte zeer aan een grondig en onafhankelijk onderzoek en heeft zich hier internationaal ook steeds voor ingezet. Tegelijkertijd heeft het kabinet zich ook heel bewust geweest van de positie van Nederland, dat het van groot belang was voor beide onderzoekers, zowel het strafrechtelijke, maar zeker ook van de onderzoeksraad, dat wij ons neutraal en objectief zouden blijven opstellen. En het kabinet, voorzitter, heeft veel waardering voor het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ze hebben onafhankelijk, onpartijdig en in lijn met alle internationale richtlijnen internationaal onderzoek kunnen doen en op basis daarvan zijn conclusies getrokken. Veel vragen die nationaal en internationaal leefden, met name ook vragen uiteraard bij de nabestaanden van de slachtoffers, worden in het rapport beantwoord. Er wordt op uitvoerige en nauwgezette wijze onderbouwd hoe vlucht MH17 is neergehaald. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoeksverantwoording en ook in de hoorzitting met uw Kamer aangegeven dat zij graag de beschikking had gehad over de genoemde radarbeelden, maar benadrukt dat het over voldoende informatie beschikte om de bevindingen en conclusies te onderbouwen die in de rapporten zijn gepresenteerd. Meer informatie uit radar- en satellietbeelden zouden de conclusies niet hebben doen wijzigen, aldus de OVV. Het rapport is wereldwijd positief ontvangen. En meerdere landen hebben verklaringen afgegeven ter verwelkoming van het rapport, waarbij benadrukt is dat het een onafhankelijk, transparant en grondig tot stand gekomen rapport is. Ook de betrokken internationale experts hebben zich unaniem achter de uitkomsten van het onderzoek geschaard. En voor het debat hier is denk ik ook van belang dat dat ook geldt voor de experts uit Oekraïne zelf. Uw Kamer heeft, heb ik begrepen, inmiddels 50 vragen gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die zullen uiteraard beantwoord worden. Ik merk op dat er vragen zijn gesteld over de mededelingen van de Oekraïnse regering over de
de radars en de reden waarom die niet gefunctioneerd hebben en de opmerkingen in het rapport van de OVV. Ik stel voor, geef uw Kamer een overweging om die vraag, voor zover die nog niet in die 50 vragen is opgenomen, om die vraag daaraan toe te voegen, zodat de onderzoeksraad zelf antwoord op die vraag kan geven. Het enige wat ik kan doen namelijk is dat die passage uit het onderzoeksrapport van de onderzoeksraad voorlezen. Maar voorzitter, die passage is bij de leden van uw Kamer ruimschoots bekend. De heer Bontes. Ja, voorzitter, de minister zei dat als het OM er behoefte aan heeft, hij naar de Amerikanen gaat als voorbeeld om te vragen of de documenten of de radargegevens of de satellietbeelden gedeclassificeerd kunnen worden, de geheimhouding er afgehaald wordt. Maar waarom zou je daar nu mee wachten dat het OM erom vraagt? Want iedereen ziet toch aankomen dat het nodig is als bewijs. Je kunt toch nooit te veel bewijs hebben, dus waarom wordt die actie nu, ja, niet nu al ondernomen? Voorzitter, ik begrijp heel goed de vraag van de heer Bontes. Maar u moet ook goed kijken naar wat mevrouw Nuland daar gezegd. Misschien dat de minister van Buitenlandse Zaken daar nog iets meer over zegt. Maar mevrouw Nuland heeft er ook over gezegd, met een aantal slagen om de arm, dat ze dat zou kunnen doen. We beschikken nu over de informatie via de MIVD, waar die volledig beschikbaar is voor het OM. Dat is waarschijnlijk meer dan er verkregen zal worden als het gedeclassificeerd is. Ik weet dat niet, maar dat ligt wel voor de hand. En om die reden hebben we op dit moment, denk ik, en zegt het OM ook, heeft het OM genoeg aan de informatie die men nu al heeft. En als er dus behoefte is aan declassificering van die informatie, wat niet noodzakelijkwijs betekent dat het ook dezelfde informatie is, dan zullen wij daar gewoon om vragen. En ik denk dat dat precies ook is wat nodig is, ook voor de heer Bontes, voorzitter. Ja, voorzitter, maar we weten zeker dat dat ooit nodig zal zijn voor de bewijsvoering. Dat lijkt me klip en klaar. Maar waarom, ja, nogmaals, ik begrijp niet waarom je dan moet wachten. Tuurlijk, het OM heeft het, die kan ermee door. Maar het OM weet ook dat ze vroeg of laat heeft ze dat nodig. Dus waarom niet nu die actie al niet nemen? Want dan kun je de zaak toch bespoedigen. Dan maak je toch het hele traject korter. Als je dat achteraf allemaal weer moet gaan doen, dan gaat heel veel tijd in zitten, lijkt mij. Ja, voorzitter, hoe dat dan zou gaan, daar laat ik me niet over uit. Maar ik stel vast dat de informatie beschikbaar is via de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Dat het Openbaar Ministerie aangeeft geen behoefte te hebben aan meer of andere informatie. En dat die informatie ook gebruikt kan worden in het strafproces op basis van een ambtsbericht van de MIVD. En daarmee is denk ik, ik kan geen oordeel geven over de stand van het strafrechtelijk onderzoek. Dat is echt aan het Openbaar Ministerie. En ik moet dan ook op dat punt ook van het Openbaar Ministerie op het Openbaar Ministerie afgaan. En dat doe ik ook. Voorzitter, en ik heb al gezegd in de richting van de heer Ten Broeke dat als het Openbaar Ministerie die vraag stelt of andere vragen stelt ten aanzien van welk bewijs dan ook, de regering uiteraard in actie komt, zoals we dat ook doen als de rechtshulpverzoeken onder mijn verantwoordelijkheid worden uitgevaardigd. Ik wil graag dan nog even doorgaan op de punt van de heer Bontes, omdat ik daar zelf net ook aan heb geroerd. Ik snap wel dat de regering wacht op het OM. Omdat ze anders zelf door het onderzoek gaat heen banjeren. Maar de suggestie die door mevrouw Nuland al eind 2014 werd gedaan, is dat zij dat er ook vanuit de Amerikanen zelf iets werd aangeboden. Ze had het letterlijk over declassify. Daarna komen allerlei uitlatingen die dat weer lijken te nuanceren. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ik denk dat we de Nederlanders kunnen helpen. Dat kan op allerlei mogelijke manieren. Is dan die hulp is volstaan met derubricering voor uitsluitend functionaris van de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst. De minister. Ja, voorzitter, ik weet niet. Ik stel vast dat de Amerikaanse autoriteiten via de Militaire Inlichtingendienst hun medewerking hebben verleend, zowel aan het onderzoek, aan de onderzoeksraad als aan het OM. En dat beide hebben aangegeven daar geheel tevreden mee te zijn. En ik kan verder daar ook geen. Dus ik heb daar zelf geen eigen wetenschap van, ik kan er ook geen mededeling over. Ik begrijp dat, daarom probeer ik het nu vanaf de kant van de Amerikanen en de openbare suggestie, bijna toezegging van de Amerikaanse onderminister. Is dan feitelijk wat nu. Hebben de Amerikanen dezelfde actie ondernomen als ten behoeve van de OVV? Voorzitter, mijn informatie is dat voor beide onderzoeken die informatie op die wijze ter beschikking is gesteld door de Amerikaanse autoriteiten. Gaat u verder? Voorzitter, dan kom ik bij het strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie verricht het strafrechtelijk onderzoek samen met Oekraïne. Misschien goed om dat toch nog even te memoreren. Maleisië, Australië en België in het zogenaamde Joint Investigation Team.
Het spreekt voor zich dat het kabinet zich niet mengt in het strafrechtelijk onderzoek, maar wel in actie komt als het Openbaar Ministerie daarom vraagt. Dat heb ik ook al eerder in de richting van uw Kamer nogmaals bevestigd. Het Openbaar Ministerie of het Joint Investigation Team zijn wat dat betreft leidend. Het kabinet faciliteert. Als het OM vraagt, dan zullen wij draaien en we zullen een terughoudendheid toepassen zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie niet is afgerond. Voorzitter, terecht werd opgemerkt dat het een goede zaak is dat het Openbaar Ministerie wel probeert, ik dacht dat de heer Servaas daar ook nog naar verwees, wel probeert om de nabestaanden geïnformeerd te houden. Want ik begrijp heel goed, en het Openbaar Ministerie begrijpt dat ook, voorzitter, hoe moeilijk het moet zijn dat er zo lange tijd al geen informatie over het strafrechtelijk onderzoek wordt verstrekt. En natuurlijk snapt ook iedereen dat het Openbaar Ministerie zich in die informatievoorziening niet in de kaarten kan laten kijken over wat men heeft. Maar het Openbaar Ministerie zal, zo heb ik ook aan uw Kamerbericht, ervoor zorgen dat er een informatiemoment voor nabestaanden wordt georganiseerd, zodat in ieder geval wat beschikbaar gesteld kan worden, wat openbaar gemaakt kan worden, in zo'n bijeenkomst ook aan de nabestaanden wordt verteld. Zodat men ook een beeld heeft, rechtstreeks van het Openbaar Ministerie, wat de stand van het onderzoek op dit moment is. Voorzitter, dan kom ik aan de vragen die gesteld zijn door de individuele leden. Een van de vragen is werden meerdere vragen gesteld over de vraag wat vindt de Nederlandse regering nou van die Oekraïense radarstations en dat die informatie niet beschikbaar is. Ja, voorzitter, dat is zoals ik al zei buitengewoon lastig om daar iets over te antwoorden. Het Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft daarover gezegd wat men gezegd heeft. En zoals ik net al zei, ik denk dat het goed is dat voor de vragen die gaan over het verschil tussen de Onderzoeksraad en de mededelingen van de Oekraïense regering via de ambassadeur, dat die vragen worden toegevoegd aan de vragen die uw Kamer al aan de OVV heeft gesteld. Ik heb ook al aangegeven in de richting van de heer De Roon, die stelde die vraag nog expliciet over de mededeling van die voormalige onderminister of staatssecretaris, dat inmiddels duidelijk is dat die lezing niet wordt bevestigd door de Oekraïense regering en ook niet door de Onderzoeksraad. We hebben vervolgens, voorzitter, aangegeven dat het Openbaar Ministerie, als ze dat vraagt, wij alle acties zullen nemen die we moeten nemen. Dan kom ik op het punt van de mededelingen die het Openbaar Ministerie mij heeft gedaan. Maar dat wacht ik even. Ja, de heer Servaas. Ja, voorzitter, ik denk dat dat een goede suggestie is, hè, om het OVV nog even te vragen hoe is dat nou precies gegaan, die gesprekken. Wel één verduidelijkende vraag daarbij. Want inderdaad, de brief van vandaag lezend en ook even terugkijkend in de onderzoeksverantwoording van de OVV, zie ik dat er op zeker moment een speciale gezant of zoiets dergelijks van de OVV naar Kiev is gegaan om dit te bespreken. Vraag aan de minister, zijn die gesprekken over de beschikbaarheid van die radargegevens steeds alleen tussen de OVV en de Oekraïense autoriteiten zelf verlopen? Of heeft de Nederlandse overheid daar op zeker moment ook nog een rol in gespeeld? Want dat is wel van belang als wij onze vragen louter en alleen op de OVV gaan richten. Ten aanzien van de rol van de Nederlandse overheid, daar beschik ik niet over gegevens. Dus die zal ik of even aan mijn collega van Buitenlandse Zaken moeten overlaten of in de tweede termijn moeten beantwoorden. En het OVV-deel, dat kunt u aan de OVV vragen. Nou, dat is wel belangrijk, want als we nu afspreken dat wij deze vragen focussen alleen rechtstreeks tot de OVV, dan moeten we wel zeker weten dat de Nederlandse regering zelf die contacten niet heeft gehad. Ja, daar beschik niet op dit moment over de informatie om daar antwoord op te kunnen geven. Dus dat komt of nog later of via in de tweede termijn. Voorzitter, dan even de wijze waarop het Openbaar Ministerie mij informeert. Het Openbaar Ministerie stuurt mij met enige regelmaat ambtsberichten over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek. Gebruikelijk in de relatie tussen de minister van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie. En het onderwerp van deze radargegevens is natuurlijk daar ook in de gesprekken die ik er met hen over heb, met de enige regelmaat aan de orde geweest. En telkens heeft het Openbaar Ministerie mij bevestigd dat er geen behoefte bestaat aan meer of andere gegevens en dat men voldoende heeft voor het strafrechtelijk onderzoek de gegevens die ze via de MIVD in onder andere heeft gekregen. Dan, voorzitter, kom ik bij de vraag dat heb ik ook al bevestigd in de richting
Dan vroeg de heer Omtzigt naar de inzage in het rapport. De regering heeft geen inzage gehad in het conceptrapport. De regering heeft wel inzage gehad in het preliminary rapport. Dat is het rapport wat na 100 dagen door de onderzoeksraad is uitgegeven. Voordat u verder gaat, de heer Omtzigt, op het voorzitter, vorige punt. Op het vorige punt en daarna komt dit punt nog. Op het vorige punt het volgende. De regering wordt regelmatig schriftelijk met ondertekende ambtsberichten op de hoogte gehouden over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek. En die ambtsberichten zijn niet openbaar in haar aard. Dat is een volstrekt logische zaak. Maar hier sta ik heel versteld. Want als de regering mij verteld had, ik heb hier ondertekende ambtsberichten waarin bevestigd wordt dat er geen behoefte bestaat aan de radargegevens. En die ambtsberichten die bevatten tevens de tekst dat dat niet alleen namens het Nederlands Openbaar Ministerie geen behoefte bestaat, maar ook namens de andere vier landen in het JIT. Immers, we moeten nog steeds bepalen hoe we samen een rechtbank gaan opzetten. En dat moet in onderling overleg gebeuren. En misschien komt er straks een prosecutor die wel graag die gegevens tot zijn beschikking heeft. Maar dit wordt mondeling meegedeeld. Kan de minister mij meedelen waarom hier geen schriftelijk ambtsbericht ligt met een ondertekening, met een handtekening? Wij hebben nu geen behoefte aan deze primaire radargegevens. De minister. Voorzitter, het Openbaar Ministerie coördineert het Joint Investigation Team. Dus heeft daar ook de leidende rol in het onderzoek. Spreekt ook in de relatie tussen het Joint Investigation Team en mij als de verantwoordelijke minister namens het Joint Investigation Team. En er is voor mij geen verschil tussen een ambtsbericht dat schriftelijk is of een mededeling die het Openbaar Ministerie mondeling doet als ik hen vragen stel. Ik stel veel vragen, krijg veel antwoorden en daar heb ik geen behoefte aan een ambtsbericht of met een handtekening. Als het Openbaar Ministerie mij informeert, dan informeert het Openbaar Ministerie mij en daar ga ik vanuit. Voorzitter, bij het vorige debat hebben we een hele lange discussie gehad over de Kiev-briefing die pas gekregen werd na schriftelijke bevestigingen en brieven dat stukken verplaatst werden van A naar B. Het gaat hier om waarschijnlijk het belangrijkste bewijsmateriaal waarvan we kunnen vermoeden dat het bestaan heeft over van waar die raket afgeschoten is en dus wie het gedaan heeft. Dan kan het toch niet zo zijn dat als het OM besluit dat ze dat nu niet nodig hebben, dat dat alleen maar mondeling meegedeeld wordt. Wil de minister erop aandringen en terugkoppelen binnen 24 of 48 uur naar de Kamer, dat dat in ieder geval schriftelijk wordt meegedeeld met een handtekening van de verantwoordelijke officier van justitie, dat hij het nu niet nodig heeft, dat dat betekent dat hij de ICAO-route laat varen, want als je het nu niet doet, kun je niet over een jaar nog een klacht indienen bij de ICAO, en dat dat mede gebeurt namens de andere landen in het JIT. Want als dat niet zo is, dan staan we hier over een half jaar en denken, we hadden het toch moeten hebben. De minister. Cruciaal bewijsmateriaal. En dan zijn we te laat. De minister. Voorzitter, ik denk dat het goed is dat ik wil toch even de Omtzigt op één punt waarschuwen. Hij doet nu uitspraken over het belang van radarbeelden voor een strafrechtelijk onderzoek, waarvan nog de heer Omtzigt als ik inzicht hebben en ook uitlatingen over zouden moeten doen. Ik wil daar echt voor gewaarschuwd hebben, want daar komt ook een beeld nu uit naar voren dat mogelijkerwijs niet juist is. Ik zou dat echt betreuren als dat beeld ontstaat. En voor mij is er geen enkel verschil tussen een mondelinge mededeling en een schriftelijke mededeling van het Openbaar Ministerie. Dus ik heb ook geen behoefte aan ondertekende stukken. Het Openbaar Ministerie heeft mij meermalen aangegeven zoals ik u heb geïnformeerd. En dat is wat het OM mij heeft medegedeeld. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, kan de minister dan wel toelichten wanneer het Openbaar Ministerie hem voor het eerst heeft meegedeeld dat die behoefte er niet bestaat? En voorzitter, dat heb ik niet paraat welke datum dat was. Maar dat was op het moment dat de discussie over de radarbeelden ontstond. Ik was daar benieuwd naar. Ik heb het OM gevraagd en ze hebben mij daar antwoord op gegeven langs deze lijnen. De heer Sjoerdsma. Oké, voorzitter. Ja, ik vraag dat ook omdat de voorganger van deze minister, minister Opstelte, destijds hier in de Kamer heeft gezegd dat als het nodig zou zijn dat het kabinet al het nodige zou doen om beschikbaar of tijdelijk onbeschikbaar bewijsmateriaal te achterhalen. Ik zou dan wel zeker willen weten van deze minister dat dat verzoek van het OM of dat die stelling van het OM voorzitter, het ligt ook aan het tijdstip en de lange debatten. Maar ik zou willen zeker stellen dat het Openbaar Ministerie niet alleen nu, dat is eigenlijk de kern van mijn vraag, niet alleen nu, maar ook in de toekomst geen noodzaak ziet om deze radarbeeld op te vragen. En ik vroeg dat ook in mijn eerste termijn,
Omdat ik voorzie dat als dat verzoek alsnog gaat komen, we in een moeras verzanden van heel erg lange procedures, zeker als de VN-route bewandeld moet worden. De minister. Voorzitter, ik vrees dat ik... mij ontgaat wat nou precies de vraag van de heer Soesma is. Want de heer Soesma vroeg mij of ik ook voor de toekomst kon uitsluiten dat het OM... Dat kan ik natuurlijk nooit. Dat OM is aan het OM. De heer Soesma krijgt de gelegenheid even, om het te herformuleren. Dank voorzitter. Om het even preciezer te maken. De minister stelt, ik ben mondeling geïnformeerd door het Openbaar Ministerie, dat het Openbaar Ministerie op dit moment geen behoefte heeft. Mijn vraag ook in eerste termijn was, impliceert dat ook dat er nooit behoefte aan gaat zijn? Of impliceert dat er in de toekomst wel behoefte aan kan zijn? En als dat laatste het geval is, hoe zorgen we er dan voor dat we niet op een laat moment, tegen de tijd dat een rechtszaak misschien al gaat lopen, we alsnog dit soort procedures moeten gaan starten om die beelden te verkrijgen? Dat is mijn vraag. Ik begrijp de vraag van de heer Soetsma. Ik kan niet bevestigen dat het OM dat nooit zal vragen. Maar het zou wel raar zijn als het OM nu zegt, we hebben genoeg informatie en we hebben die informatie niet nodig. En dan vervolgens zal blijken dat het anders is. Maar als dat zo is, zullen wij onmiddellijk actie ondernemen. Dat heb ik ook al in de richting van meerdere leden van uw Kamer bevestigd. De heer Ten Broeke. Ja, voorzitter. Het is denk ik van belang dat we hier een paar keer achter elkaar en nu met elkaar hebben vastgesteld dat als het OM van mening zou veranderen, dat de regering terstond alles zal doen om te volgen wat het OM dan wenst. Het is echt een kwestie van u vraagt, wij draaien. Zo moet het zijn. Op het punt of de minister nou mondeling of schriftelijk is ingelicht, vind ik eigenlijk volstrekt oninteressant. Wat ik interessant vind is dat hij ons ondertussen twee keer schriftelijk heeft ingelicht dat het OM daar kennelijk op dit moment geen behoefte aan heeft. Mijn vraag aan de minister is, kan hij ons ook inlichten over eventuele rechtshulpverzoeken of valt dat buiten die al zijn gedaan of die mogelijk nog gaan volgen? Kan hij dat die toezegging voor de toekomst doen of wil hij daar nou juist geen inzicht in geven omdat dat wat hem betreft inzicht geeft in een vervolgingsstrategie? Daar wil ik ook graag wat meer over weten. Dat laatste is het geval, voorzitter. We doen nooit mededelingen over rechtshulpverzoeken. Maar ik kan wel bevestigen dat er vele rechtshulpverzoeken zijn gedaan. En dat die dus overigens niet nodig zijn als het gaat om de samenwerkende landen in het Joint Investigation Team. Ik ben daarmee aan het einde van mijn... Dan geef ik nu het woord aan de minister. De heer Omtzigt, had u vragen nog aan... Ja, u moet opletten. Heer Omtzigt. Ja, voorzitter, ik weet niet of dit... U ging namelijk verder toen ik al vroeg om het te onderbreken. En toen zei hij van ik ben de vragen van de heer Omtzigt aan het beantwoorden. Welke vragen van de heer Omtzigt had hij beantwoord en wilde hij antwoorden? Want ik heb hier een heel stel, dan hoef ik het zo niet aan de heer Koenens te vragen. Nog een keer, want... Ja, voorzitter, ik ben in de veronderstelling dat ik alle vragen van de heer Omtzigt die aan mij zijn gesteld, dat ik die heb beantwoord. Hij heeft de vragen die nog niet zijn beantwoord. Ja, voorzitter. Het is een toezegging geweest van minister Van der Steur in het enige andere MH17 debat dat wij gehad hebben, dat hij zich zou wenden tot de OVV in april met de vraag of er nog behoefte bestond aan bepaalde informatie. Heeft de OVV op dat moment gezegd, wij hebben die radargegevens niet kunnen krijgen? En het tweede dat hij zei, was dat de regering niet beschikte over het concept-eindrapport van de OVV, maar naar mijn mening had volgens mij ook bijvoorbeeld het ministerie van INM daar feedback op gegeven op de teksten. Dus dat voorlopig rapport moet in juli beschikbaar geweest zijn. Dus is het voorlopig rapport beschikbaar geweest en wist de regering dit dus in juli en heeft zij in april een gesprek gevoerd met de OVV en heeft de OVV daar iets gezegd over ontbrekende radarbeelden? Voorzitter, nee, dat rapport was niet beschikbaar. En dat heeft ook te maken met de onafhankelijkheid van de onderzoeksraad. Ik heb de onderzoeksraad gevraagd of er nog meer of nadere informatie nodig was voor het onderzoek. Het antwoord daarop was nee. En dat is hetzelfde antwoord wat al meermalen aan u schriftelijk is bevestigd. Dat de onderzoeksraad heeft aangegeven op zich over die beelden graag beschikt te willen hebben, maar niet nodig te hebben gehad voor het onderzoek. En dat ook als ze beschikbaar zouden zijn geweest, dat ze geen andere conclusies zouden hebben getrokken. Tot slot, op dit punt, de heer Omtzigt. Ja, voorzitter, u maakt het heel kort op een heel belangrijk stuk. Ja. Want eind maart, begin april, vertrekt er een diplomaat van het ministerie van minister Koenders naar Oekraïne om te vragen om de radargegevens.
Het is duidelijk uit het OVV-rapport dat het OVV-rapport OVV buitengewoon betreurt dat ze die radargegevens niet krijgen. 3 weken later is hier in de Kamer een debat, naar aanleiding van de Kiev-briefing, maar toen wisten wij nog niks over de radargegevens, waarbij de regering 1 ding toezegt. Wij zullen aan het OVV vragen of er dingen zijn die ze graag willen hebben en niet krijgen. Wat heeft de OVV in april gezegd? Heeft zij toen gezegd, nou, er zijn geen problemen? Of heeft zij aangekaart, er zijn problemen met radar en er zijn nog 1 of 2 problemen. En als die andere 2 problemen zijn opgelost, dan hoef ik niet eens te weten welke problemen dat waren. Maar is zij in dat gesprek van april dat ik mag aannemen heeft plaatsgevonden, heeft zij daar een opmerking gemaakt over ontbrekende radargegevens die in Rusland gewist waren en in Oekraïne niet te vinden waren? Voorzitter, ik zal dat heel, zo heel specifiek gevraagd, weet ik het antwoord niet, zal het even nagaan, kom terug op de tweede termijn. Zijn er voorzitter, nog meer vragen? Deze vraag is 2 keer schriftelijk gesteld, dus het spijt me toch dat dat op deze manier moet. U kunt daarop terugkomen en de minister heeft toegezegd dat hij in de tweede termijn deze vragen zal beantwoorden. De heer Ten Broeke. Ja, ik had in mijn eerste termijn een van de suggesties die gedaan werd door de heer Vladimirov. Ik hoop dat ik het nu wel goed uitspreek, maar anders zal de minister mij ongetwijfeld corrigeren. Ik zal het even letterlijk voorlezen in de bijdrage die hij leverde aan de hoorzitting die de Kamer organiseerde. Zei hij, het komt voor dat bepaalde informatie nuttig kan zijn voor een strafzaak, maar dat men de informatie niet wil verstrekken omdat het afkomstig is van inlichtingendiensten. Ik reken maar even satellietgegevens van militaire satellieten, reken ik daar dan maar even bij. En dat probleem, al dus Vladimirov, kan dan worden opgelost door de gevraagde informatie alleen intern te gebruiken voor opsporingsdoeleinden, maar niet voor de openbare bewijslevering. Dus waarschijnlijk niet in een strafzaak zelf, zichtbaar voor degene die daar dan aanwezig zijn. Is dit een suggestie die, kan de minister daar eens op reflecteren? Nou, voorzitter, ik ga niet daar reflecteren op de strategie van het strafproces. Dat is ook niet aan mij om dat te doen. Dat is echt een zaak van het Openbaar Ministerie. Maar ik herhaal nog even hoe de situatie is. Ten aanzien van de Amerikaanse gegevens geldt dat die geheim zijn en dat die aan de militaire inlichting en veiligheidsdienst zijn verstrekt. Dat die vervolgens inzage heeft gegeven daarin, in die gegevens, door het OVV en het Openbaar Ministerie. En bereid is om, als het nodig is voor het strafproces, daar ook in ambtsberichten in te voorzien. Dat is de lijn en dat is meer dan wat de heer Vladimirov suggereert. Tot slot, de heer Ten Broeke. Dat hoeft niet meer. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de minister van Buitenlandse Zaken. Voorzitter, ik dank de Kamer voor de gestelde vragen in eerste termijn. Laat ik een paar opmerkingen maken. Er zijn niet heel veel specifieke vragen aan mij gesteld. Ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt dat na de afronding van het OVV-rapport het strafrechtelijk onderzoek de hoogste prioriteit is en dat we daarin ook proactief faciliterend zijn, om het zo maar te zeggen. Dus inderdaad, ik geloof dat de heer Ten Broeke dat zei, u vraagt en wij draaien. En alles, maar ook werkelijk alles, staat ten dienste daarvan om die straffeloosheid van deze zaak te beperken en mensen voor de rechter te krijgen. Dat moeten we dus heel nauwkeurig stap voor stap doen, zoals we dat ook bij het OVV hebben gedaan. Het OVV zelfstandig gelaten, onafhankelijk. Dat is ook internationaal gewaardeerd. En juist omdat het zo internationaal gewaardeerd is, heeft het ook een grote acceptatie gekregen. Ik denk dat dat belangrijk is, dat ook voor ons geldt. Wij gaan niet op de stoel zitten van het OM of het OVV. En dat betekent als zij iets vragen, dan uiteraard, en ik zal daar zo nog iets nader over zeggen, dan zal ook de minister van Buitenlandse Zaken uiteraard actief optreden om datgene te faciliteren wat men vraagt. Als wij dat zelf zouden gaan doen en op de stoel van het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld zouden gaan zitten, ja, dan kunt u wel verwachten dat ook internationaal de betrekkingen niet eenvoudig worden, omdat men juist dan gaat twijfelen aan de onafhankelijkheid van het onderzoek, omdat dan de politiek en de diplomatie zich daarmee zou gaan bemoeien. En dat is echt wel een hele straffe regel waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken zich houdt. En wat tot nu toe dus ook het resultaat heeft opgeleverd, wat we wilden, namelijk een OVV-rapport dat breed uit in de wereld is geaccepteerd en waarin ook onopstotelijk de oorzaak van de ramp met de MH17 is vastgelegd. En behalve een aantal landen eigenlijk iedereen ook die waardering opgebracht heeft voor het OVV. En waarom is dat zo? Omdat we ze onafhankelijk laten zijn. Omdat we niet zelf op onderzoek gaan. Omdat we dat niet gaan politiseren. Ik denk dat misschien wel de belangrijkste boodschap van mij uit is vanavond. Het betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en ik zelf daarin passief zijn. Integendeel.
Dat wat geldt voor het OOVV-onderzoek geldt ook voor het strafrechtelijk onderzoek, dat door het Openbaar Ministerie in samenwerking met 4 andere landen, zoals u weet, Australië, Maleisië, Oekraïne en de Belgen, en in het JIT wordt uitgevoerd. En zoals gezegd door collega Van der Steur, wordt het onderzoek zoals elk opsporingsonderzoek onafhankelijk uitgevoerd, zonder dat het kabinet zich daarin mengt. Nogmaals, het OM, we vervallen een beetje in een herhaling, maar het is wel essentieel, is als geen ander in staat te beoordelen op welke manier het onderzoek verder kan worden gebracht en welke informatie daarvoor nodig is. Ik wil dat ook zo houden, juist omdat we zo investeren in die samenwerking in het JIT. Daar zijn wij faciliterend. Ik heb u al gezegd dat wij acteren op het moment dat het Openbaar Ministerie aangeeft om ook het ministerie van Buitenlandse Zaken daarvoor actief te betrekken. Het is natuurlijk wel zo, misschien om dat nog te verhelderen, dat vanaf dag 1 in algemene zin, dus zonder op specifieke onderzoeksvragen in te gaan, elke gelegenheid is aangegrepen om volledige medewerking van alle betrokken staten bij zowel het onderzoek van de OVV als het strafrechtelijk onderzoek te bepleiten. En in bilaterale contacten met relevante landen op politiek en hoogambtelijk niveau heeft aangedrongen op volledige medewerking met de onderzoeken onder verwijzing naar VN-veiligheidsraad resolutie 2166. Ook de Europese Unie heeft op verzoek van Nederland herhaaldelijk de internationale gemeenschap opgeroepen volledig mee te werken aan de onderzoeken. Ik ben zelf persoonlijk naar Moskou gereisd in juni 2015 om daar nog eens op aan te dringen. Vorige week was nog een hoogambtelijke delegatie van Buitenlandse Zaken in Moskou om hier nogmaals op aan te dringen. En daarbij is ook gewezen op de brief van 22 nabestaanden aan president Poetin. Met Oekraïne zijn veelvuldige contacten. De MH17 staat uiteraard bij al die contacten stevast op de agenda. Afgelopen maandag was er nog een hoogambtelijke delegatie van de Oekraïne in Den Haag om over de samenwerking met betrekking tot de MH17 te bespreken. De samenwerking met de Oekraïne in het kader van het JIT loopt naar volle tevredenheid. Dat is ook belangrijk. Juist, ik geloof dat de heer Omtzigt dat zei, er moet nog het specifieke instrumentarium bepaald worden. U heeft ook in de hoorzitting gehoord dat dat ook van belang is om dat pas te kiezen op het moment dat er nadere helderheid is binnen het Openbaar Ministerie over hoe de onderzoeken verlopen. En daarom gaan wij ons dus niet met een politisering of met eigenstandig onderzoek bezighouden. Ten slotte faciliteert het kabinet het strafrechtelijk onderzoek door het doorgeleiden en waar nodig het geven van follow-up aan rechtshulpverzoeken aan een groot aantal landen. Ja, daar zijn we in feite natuurlijk een soort brievenbus, zou je kunnen zeggen, die zorgt dat die ook ter plekke komen zonder ons in de inhoud daarvan te mengen. Dat gebeurt in nauwe afstemming met en op verzoek van het Openbaar Ministerie. Aan verschillende landen zijn rechtshulpverzoeken gedaan, wat tot bruikbare informatie voor het onderzoek heeft geleid. Minister Van der Steur is daar reeds eerder op ingegaan. Ik heb u ook gezegd, ik vind dat belangrijk, omdat een groep van nabestaanden brieven heeft geschreven naar de Verenigde Staten, de Oekraïnse regering en premier Rutte om te vragen de ontbrekende radar- of satellietgegevens alsnog beschikbaar te stellen. Ik vind het wel mijn taak als minister van Buitenlandse Zaken om ook proactief in de richting van die landen om een antwoord te vragen zonder ons weer opnieuw in die specifieke vraag zelf te mengen, omdat daar de verzoeken echt moeten komen van het Openbaar Ministerie of, zoals eerder vermeld, het OVV. Dan is mij nog een vraag gesteld met betrekking tot de Russische federatie. Moeten we ze misschien nog naar de VN-veiligheidsraad? Ja, ten eerste zitten we natuurlijk niet in de VN-veiligheidsraad, maar los daarvan. Wij hopen daar ooit wel in te komen. Dat gaan we zien dit jaar. Maar uiteraard zijn wij betrokken daarbij vanwege resolutie 2166. We hebben overigens die OVV-rapporten ook naar de VN opgestuurd. Die zijn er ook bij betrokken uiteraard. Maar een gang naar de VN-veiligheidsraad heeft alleen zin op dit punt, ik heb het niet over eventuele vervolgacties als we praten over het justitiële traject, als je via een resolutie met een voor alle staten bindende oproep verzoekt om vrijgave van de betreffende radar- en satellietbeelden. Nou, ik heb net al gezegd, daar is geen verzoek toe van het Openbaar Ministerie of van het OVV, dus in die zin gaan we dat ook niet doen, los daarvan. Moet je dan ook echt een casus hebben en als het belangrijkste onderzoeksinstituut, namelijk de Dutch Safety Board, het OVV, dat niet nodig vindt. Juist op het moment dat het OVV zo internationaal ook gewaardeerd wordt om dat te doen, lijkt me dat niet logisch. Over het punt van de bewaarplicht zal de staatssecretaris van IMM nader ingaan. Ja, ik geef minister Van der Steur
belangrijke verantwoordelijkheden op het terrein van buitenlands beleid goed onder woorden gebracht. Maar waar hij zelf vooral over gaat, dat heeft hij ook denk ik goed naar voren gebracht als het gaat over de informatie van mevrouw Nuland. Ik kan er alleen maar direct bij aansluiten. Als er behoefte is naar declassificatie van gegevens, dan uiteraard zullen wij daar direct op acteren. Zoals het nu is, op Nederlands verzoek, hebben de Amerikaanse autoriteiten gerubriceerde radar- en satellietinformatie die afkomstig is van hun inlichting- en veiligheidsdiensten gedeeld met de MIVD. Zowel de OVV als het OM heeft daar vertrouwelijk kennis kunnen nemen via de MIVD. En het OM en de MIVD hebben erin voorzien dat deze gegevens tevens door middel van ambtsberichten beschikbaar kunnen worden gesteld, opdat ze kunnen bijdragen tot het bewijs gedurende de vervolging en berechting. Overigens ben ik in nauw contact altijd met mevrouw Nuland, dus ik zie daar, ik heb natuurlijk ook gelezen wat zij destijds gezegd heeft, we hebben er ook over gesproken. Ik denk dat ook de Amerikaanse regering heel goed het debat hier ziet en pas begrijpt dat wij hierop acteren op het moment dat dit nodig zou blijken vanuit de kant van het Openbaar Ministerie. De heer Ten Broek. Ja, voorzitter. Ik wil toch nog even doorzetten op, dat, op die toezegging. Want zo zie ik het dan nog maar steeds. Die mevrouw Nuland toen uit zichzelf deed, eind 2014. We weten ondertussen dat dat ertoe kan leiden dat er informatie die reeds is gedeeld tussen de Amerikanen en onze militaire inlichtingendienst in de vorm van een armsbericht ook voor het strafproces ter beschikking kan komen. De heer Van der Steur zegt daarbij zelfs, de minister Van der Steur, dat dat een verdergaande optie is dan die ik net naar voren bracht op basis van de informatie die wij uit de hoorzitting van de heer Vladimirov kregen. Maar dat laat onverlet dat ik dit toch ook nog op een andere manier lees. En dat is dat er lijkt een veel ruimhartiger aanbod te zijn gedaan door mevrouw Nuland. Misschien zie ik dat verkeerd en ik vind het van belang dat we dat even tot op de bot uitzoeken. Want als dat zo is, dan wil ik ook weten of er diplomatiek voldoende is ondernomen. Kan de minister daar toch nog eens even verder op ingaan? Ja, we moeten even twee dingen scheiden. Eén, diplomatiek ondernomen. Nogmaals, ik onderneem iets diplomatiek als het Openbaar Ministerie dat nodig vindt. Ten tweede, uiteraard zijn er contacten met de Amerikaanse regering, met mevrouw Nuland sowieso, die is onderminister van Europese Zaken. Die doet natuurlijk ook niet altijd iets, denk ik, totaal onafhankelijk. En ten derde, ik weet niet precies hoe u interpreteert of op basis van welke informatie u de uitlatingen doet die u doet. Maar in de publieke uitlatingen die zij gedaan heeft, heeft ze gesproken over declassify some of that. Dat betekent dus dat uiteraard altijd voor de Amerikaanse regering er ook bepaalde beperkingen zou kunnen zijn. Dat weet ik niet. Dat kan ik nu ook niet beoordelen. In ieder geval merk ik dat zij een positieve grondhouding heeft. Nou, dat is belangrijk op het moment dat het Openbaar Ministerie dat nader zou willen verkennen. Tot slot. Ja, voorzitter, je zou ook de redenering kunnen volgen dat als zij zegt they are likely to ask us to declassify some of that. Dus dat zou dan van ons zijn gekomen, niet van hen. I think we will be able to help them in that regard. En dan zou je ook kunnen zeggen, dat is een aanbod wat er ligt, daar maak ik dan gebruik van. Of daar ga ik achteraan. Ik wacht niet tot het OM mij dat vraagt. Ik zeg dat ook om deze reden. Dit is niet een verzoek wat nog nooit aan de Amerikanen is gedaan. Ik zeg ook via u, voorzitter, deze minister heeft veel kennis van hoe het in de Verenigde Naties toe gaat. De Amerikanen zijn in het verleden ook wel eens gevraagd om te declassifyen. Ja. Bijvoorbeeld in het geval van genocide. Dat men in landen waarneemt dat er vreselijke dingen plaatsvinden. Militaire satellieten dat hebben kunnen observeren, daar ook beelden van zijn. En dan is er in sommige gevallen, wordt er gedeclassified voor bijvoorbeeld VN-functionarissen die daar de juiste status voor hebben. De minister. Ja, ik weet niet wat uw vraag is. Ik ben het daar niet mee oneens. Dat u er zelf achteraan had kunnen gaan. Ja, maar u doet nu alsof de regering ineens niet actief zou zijn. Ik heb u net gezegd, we hebben uitgebreide contacten met mevrouw Nuland, maar, en dat zeg ik u opnieuw, het is niet verstandig, het zou ook niet verstandig zijn in de richting van de collega's in het JIT en ook niet in de richting van de Verenigde Staten, als Nederland nu eigenstandig in het licht van een juridische zaak apart informatie gaat vragen waar het Openbaar Ministerie niet om heeft gevraagd. Op het moment dat die vraag er is, zullen wij, en daar heb ik geen, juist vanwege de toezeggingen van mevrouw Nuland, geen enkele twijfel dat men zo maximaal mogelijk dat zal proberen te beantwoorden. En verder kan ik daar op dit moment niet op ingaan. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, misschien dan toch de vraag, nog iets meer specificeerde vraag die collega Ten Broek al stelde over of dan vanuit die Undersecretary of State Nuland, of er nou een actief aanbod is gedaan of een mogelijkheid is geschapen
waarvan Nederland gebruik kan maken. Want het aanbod is iets wat je in ontvangst kan nemen, iets wat gewoon kan gebeuren. De mogelijkheid scheppen is iets waar je zelf actief achteraan moet gaan. Welke van de twee is het in het geval van deze mevrouw? Kijk, wat hier gebeurd is, u verwijst ook naar een publieke uitlating van mevrouw Nuland. Mevrouw Nuland natuurlijk heeft willen doen, zoals de Amerikanen dat doen. Natuurlijk zijn wij bereid om u te helpen op het moment dat dat nodig is, om de mensen die dit gedaan hebben voor de rechter te krijgen. Dat willen de Amerikanen ook, vandaar dat we ook goede samenwerking met hen hebben. Vandaar dat ik me er ook geen zorgen over maak. Ik kan verder geen uitlatingen doen over welke informatie dat precies betreft. Dat weet ik ook niet. Daar ga ik ook niet over. Ik heb kennis genomen daarvan. Ik heb proactief contacten met haar. En nogmaals, daar blijf ik echt bij. Het is een principiële zaak. Op het moment dat het Openbaar Ministerie wil dat ik daar verdere actie onderneem, of collega Van der Steur, dan doen wij dat. Maar ik ga niet zelf fabriceren op de manier welke informatie wij van welk land krijgen. Ik geef u op een briefje, op het moment dat ik dat wel doe, en er echt sprake is van een beïnvloeding van de politiek, op de manier waarop wij dit soort contacten verder willen verdiepen. Maar ik vind het alleen maar positief, en zo zou denk ik ook het Nederlandse parlement het kunnen zien, dat er zo'n opgebouwde waardering is voor de manier waarop Nederland zo objectief mogelijk probeert met onderzoek en vervolging om te gaan. Tot slot, de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, aan die waardering zou ik ook niks willen afdoen, net zo min als ik iets zou willen afdoen aan de conclusies van het onderzoek van het OVV. Die conclusies die staan gewoon als een huis. Ja. Dat staat buiten kijf. Maar waar het hier nu om gaat is dat het lijkt alsof mevrouw Nuland een aanbod heeft gedaan waarvan eigenlijk het kabinet eigenlijk alleen maar de handen had hoeven uitstrekken om waardevolle informatie te krijgen. Die waarschijnlijk ook voor het kabinet, zeg maar, los van het onderzoek, kabinet geopolitiek gezien interessant zou kunnen zijn. Nee, dat is niet het geval. Het geval is, zoals ik zojuist zei, er is deze uitlating gedaan voor mevrouw Nuland. Wij waarderen dat, we zien het als positief. Ik denk dat vooral ook de Verenigde Staten bereid is op allerlei manieren binnen hun eigen regels met betrekking tot declassificatie het maximale te doen op basis van verzoeken ook van openbaar ministeries en het JIT. Dank u wel. Voorzitter, dan kom ik nog tot één vraag die aan mij gesteld is. Ja, dat betreft, misschien is dat een misverstand, er is geen Nederlandse diplomaat in maart in de richting van de Oekraïne gegaan. Ik denk dat er gesproken wordt over een oud-diplomaat, de heer Jakobovic. Die deed dat op persoonlijke titel, faciliterend werk voor het OVV. Dus het is juist daarvan de kern dat ook daar weer de contacten van het OVV onafhankelijk zijn. Uiteraard faciliteert het ministerie van Buitenlandse Zaken dat. Dat is onze rol om te zorgen dat iemand ook weet waar hij heen moet. En dat gesprekken tot stand komen. Maar dit is juist vanuit die onafhankelijkheid gedaan. Door deze betreffende diplomaat. Voorzitter, daarmee zou ik mijn beantwoording willen afsluiten. De heer Droon. Ja, voorzitter, als er nou één radarstation was wat wel aanstond, dan was het radarstation in Dnipropetrovsk in Rusland. En de gegevens van dat radarstation die zijn door de Russen vernietigd. Dat is misschien al Rostov, hoor ik mijn collega's zeggen. Nou, in ieder geval in Rusland. Dat radarstation, daarvan zijn de gegevens dus door de Russen vernietigd. Heeft onze regering hen daar nou diplomatiek op aangesproken, op die kwalijke gedraging? Het was misschien juridisch fout, maar het was in ieder geval moreel natuurlijk hartstikke fout om dat soort belangrijk materiaal van zo'n verschrikkelijke ramp zomaar te vernietigen. Heeft u de Russische regering daarop aangesproken? Op welke manier? En als u dat nog niet heeft gedaan, bent u dan van plan om dat alsnog te gaan doen? De minister. Voorzitter, op het punt van de gegevens en de bewaarplicht en of dat had moeten gebeuren of niet, zal de staatssecretaris van de INM ingaan. Er zijn bepaalde ICAO-regels over en zij zal daar nader informatie over verschaffen. Ja, voorzitter, dus dan wacht ik dat met de belangstelling af. Maar dat neemt allemaal niet weg dat er toch mijn vraag dan bij deze minister thuis hoort. Is Rusland daar nu diplomatiek op aangesproken of niet? Voorzitter. De bedoeling is dat we met Rusland de contacten opbouwen die nodig zijn om te zorgen tot strafvervolging. Ze worden op alles aangesproken. U weet ook van mij dat ik dat herhaaldelijk gedaan heb, inclusief ten aanzien van de poging die we gedaan hebben om ze voor het strafhof te krijgen. Rekent u maar op dat dit soort zaken besproken worden met de Russen. Dat betekent niet dat het direct tot resultaten leidt. Dat is weer wat anders. Ja, voorzitter, bespreken is wel wat anders dan uitspreken dat je het moreel buitengewoon verwerpelijk vindt. Dat je dus gewoon een schrobering geeft aan dat land. Want dat lijkt me toch wel op zijn plaats. Of vindt de minister dat niet zo? Voorzitter, over de precieze bewaarplicht en hoe daarmee omgegaan wordt, zei ik u net, zal de staatssecretaris van de INM ingaan. De heer Bontes.
Ja, voorzitter, we hebben een hoorzitting gehad met deskundigen en die verklaren allemaal die radarbeelden zijn van cruciaal belang voor de verdere rechtszaak die gaat komen. En er moet aangedrongen worden op die beelden, die zijn zeer belangrijk. En is de minister bereid, al dan niet via de VN of via ICAO, aan te dringen dat Rusland en ook Oekraïne gewoon volstrekte en volledige duidelijkheid geven over wat er is gebeurd met die beelden en ze ook proberen boven water te halen? Want het is toch een ongeloofwaardig verhaal als radars uitstaan in onderhoud zijn, kapot zijn. En ook als dat soort beelden gewist worden. Niemand gelooft dat eigenlijk. Dus ik vraag de minister, dring aan bij de VN of en bij ICAO dat die beelden boven water komen. De minister. Voorzitter, met betrekking tot de ICAO zal de staatssecretaris de beantwoord doen. Ik heb u al eerder gezegd waarom ik het niet verstandig vind nu om opnieuw op dit moment de Verenigde Naties in te schakelen. Niet omdat ik dat in de toekomst uitsluit, maar omdat ik, zoals ik zeg, eigenstandig niet opereer, maar op basis van de OVV en het Openbaar Ministerie. De heer Bontes, tot slot. Ja, voorzitter, maar waar ik bang voor ben, is dat dadelijk, over een tijdje, als het OM het misschien gaat vragen, dat we te laat zijn. Waarom doen we dat nu niet? Het is veel werk om dat diplomatiek voor elkaar te krijgen. Volgens mij moet er nu actie ondernomen worden en graag een reactie daarop. Ik zou toch uw zorg misschien enigszins weg willen nemen. Want de indruk bestaat alsof de regering iets niet wil doen dat dan heel logisch zou zijn en op de een of andere manier dat niet wil. Dat is natuurlijk niet het geval. Net als u willen we de onderste steen boven. Ik heb u net proberen aan te geven dat als het gaat om het OVV-rapport, waarover duidelijk is aangegeven waarom en op welke wijze de MH17 uit de lucht is gehaald, dit element niet van belang is. Over het punt van de strafbaarstelling, terecht wijst u daarop, gaan wij echt af op de verzoeken van het OM. Dat doen we niet voor niks. Dat is niet iets van, nou ja, daar verschuilen we ons achter. Ik heb u net gezegd dat de essentie is om mensen op een gegeven moment voor een rechter te krijgen. Dat is al moeilijk genoeg. Dat de volstrekte onafhankelijkheid van de Nederlandse regering hier duidelijk is. En op het moment dat de OM zegt, we hebben dat nodig, dan ben ik echt niet bezorgd dat dan ineens dat niet meer zou kunnen op basis van de gegevens die ik nu heb. De heer Omtzigt. Voorzitter, als een Russische diplomaat verdacht wordt van kindermishandeling, dan wordt er een enorme diplomatieke rel met Rusland geschapen. Als er bijna 200 landgenoten de dood vinden boven Oekraïne en Rusland vernietigt de data en je laat ze daarmee wegkomen, denkt de minister dan dat als Rusland ziet dat Nederland daar al niet over klaagt, dat Nederland het dan wel voor elkaar gaat krijgen dat als zij bijvoorbeeld ooit een verdachte uit Rusland zou willen hebben voor een internationaal hof, dat daar dan niet problemen mee ontstaan en dat het niet veel beter is om nu als landen een duidelijke lijn te trekken, dat je bewijsmateriaal niet vernietigt. De minister. Ja, voorzitter, ik kan geen herhaling van vallen. De indruk bestaat hier kennelijk bij de heer Omtzigt alsof wij de Russen zacht zouden aanpakken. Ik wijs u op alle inspanningen die ik het afgelopen half jaar heb gepleegd om juist met betrekking tot een internationaal straf of een coalitie te krijgen om juist de Russen ook verder te brengen. We hebben constant discussies hierover. De Russen worden ook aangesproken. Ik begrijp niet wat een diplomatieke rel daar in het verleden mee te maken heeft. Ik denk niet dat u kritischer bent over de Russen dan ik of vice versa. Laten we daar geen wedstrijd over doen. Laten we proberen te zorgen gezamenlijk dat de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn voor een rechter komen. En niet een spel spelen van wie het hardst of het softst tegen de Russen is. U weet heel goed wat mijn positionering op dit punt is. De heer Omtzigt. Voorzitter, als de regering het zelf niet wil doen, dan geeft ze aan, we zitten nu niet in de Veiligheidsraad, dat klopt, maar elk land kan zich gewoon tot de Veiligheidsraad wenden. En in resolutie 2166 zit ook expliciet het aanbod van de secretaris-generaal om te bemiddelen wanneer dit soort problemen voordoen. Wanneer is de regering bereid om hiervan gebruik te maken? Voorzitter, achter dat nu niet noodzakelijk. Nou ja, zoals ik ga een beetje in herhaling vervallen. Ik denk dat we gewoon van mening verschillen. Meneer Omtzigt, dat mag. Ik neem een keiharde positie op alle dossiers als het nodig is om deze mensen voor de rechter te krijgen die dat gedaan hebben. Daarom wil ik een onafhankelijk OM en het JIT zo'n rol spelen. Dat faciliteer ik. En wat ik daar het verstandigst voor vind, dat zullen we ook uitvoeren. En de weg naar de Verenigde Naties ligt nog steeds open. Maar het moet wel op het juiste moment zijn om resultaten te boeken. De heer Van Bommel. Ja, voorzitter. Met betrekking tot de radar- en satellietgegevens is ons in de hoorzitting gebleken dat het beschikbaar hebben daarvan
dat dat zou kunnen leiden, vermoedelijk zou leiden, tot het nader kunnen bepalen van een kleiner gebied van waaruit die boekraket geschoten zou kunnen zijn. Ik begrijp de positie van de regering dat hierin bij het verzoeken daarom en het nodig hebben ervan, het bepalen daarvan, het OM en de OVV leidend moet zijn. Ik ben het daarmee eens. Wij moeten niet op hun stoel gaan zitten. Maar is de uitleg van de wetenschappers die wij hebben gekregen, is die technisch juist? Of wordt die door de regering tegengesproken? Is voor het kleiner maken van het gebied van waaruit die raket geschoten zou zijn, het niet noodzakelijk om die radar- en satellietgegevens te hebben? De minister. Ja, voorzitter, daar heb ik nu als minister van Buitenlandse Zaken geen eigenstandig technisch oordeel over. Daar heb ik nu juist, ga ik af van het oordeel van de OVV en het OM. De heer Van Bommel. Ja, voorzitter, de vraag leek mij nou juist tamelijk eenvoudig en dat je daar ook niet per se alle technische kennis voor nodig hebt. Het gaat om met welk instrument je naar het gebied kunt kijken. En dan lijkt mij dat voor het vaststellen van wat er in de lucht gebeurd is, de OVV en het OM nu zeggen we hebben genoeg, maar voor de bepaling op de grond dat die satelliet en radar daarvoor wel noodzakelijk is. Dat is toch niet zo'n vergaande uitspraak voor de minister om te bevestigen of tegen te spreken. Maar u zegt zelf het lijkt me, dus u heeft er ook enige twijfel over. En dus ben ik niet in de positie om daar eigenstandig nu verder op in te gaan. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ik zal tot slot nog ingaan op een aantal vragen die een relatie hebben tussen het OVV-onderzoek en de Organisatie voor Burgerluchtvaart ICAO. En om te beginnen, een aantal van u hebben denk ik heel terecht gevraagd naar de betekenis van de bewaarplicht. De bewaarplicht van gegevens. En laat ik vooropstellen dat het cruciaal is dat gegevens die relevant kunnen zijn voor ongevallenonderzoek ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor dit onderzoek. En dat geldt ook voor radargegevens. En alle relevante gegevens moeten beschikbaar komen voor ongevalonderzoek, zodat er ook lering kan worden getrokken en de kans kan worden verkleind dat er ongelukken in de toekomst ontstaan. Dat is eigenlijk wat in de Nederlandse interpretatie ook de regelgeving is. Maar uit het OVV-onderzoek valt af te leiden dat er verschil van inzicht kan ontstaan hoe de huidige plicht uit annex 11 om radargegevens te bewaren dient te worden geïnterpreteerd. En ik geloof dat het de heer de Servaas was die ook verwees naar de hoorzitting waarin een aantal van de experts dat feitelijk ook gesteld hebben. En ik zou dat graag willen toelichten. De standaarden en de aanbevolen werkwijze in annex 11 bij het verdrag van Chicago zijn van toepassing op die delen van het luchtruim die vallen onder de jurisdictie van een ICAO-lidstaat waarvoor luchtverkeersdiensten worden aangeboden. En tevens zijn lidstaten van ICAO verplicht om in geval van een luchtvaartongeval radargegevens te bewaren die gebruikt zijn voor de ondersteuning van luchtverkeersdiensten die lidstaten aanbieden. En annex 11 geeft geen nadere informatie en daar zit de kern over wat in dit geval dient te worden verstaan onder het gebruik ter ondersteuning van luchtverkeersdiensten. En gezien dit voorgaande, en dat heeft de OVV ook opgemerkt, kan dus verschil van mening ontstaan over in hoeverre een ICAO-lidstaat in geval van een luchtvaartongeval de verplichting heeft tot het bewaren van radargegevens. En dat is precies de reden waarom Nederland zich in het Europese verband binnen ICAO inzet om die onduidelijkheid ook voor de toekomst ten eenenmale weg te nemen door een bewaarplicht te bepleiten die altijd aan de orde is als radargegevens relevant kunnen zijn voor onderzoek naar luchtvaartongevallen. En de heer Ten Broeke die zei, wat is nu op dit moment de stand van zaken? Wij zijn naar aanleiding van de aanbevelingen vanuit het OVV-rapport, overigens heeft de OVV ook
ook de gelegenheid gekregen om binnen ICAO haar rapport toe te lichten, zijn wij binnen Europees Verband aan de slag gegaan. En de voorbereiding loopt nu omdat er in september aanstaande een ICAO-assemblee is. En wij werken eigenlijk aan een gemeenschappelijk Europees paper waarmee we dit standpunt ook binnen die assemblee willen inbrengen. En de OVV heeft, dat weet u, kenbaar gemaakt, dat is ook door mijn collega's net omstandig uitgelegd, dat het ontbreken van de primaire RADA-data voor de conclusies van het onderzoek geen verschil heeft uitgemaakt. En het zijn ook die conclusies van het onderzoek die wij dus niet ter discussie willen stellen. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. En ICAO kent geen formele klachtprocedure. Men kent alleen een formele geschillenbeslechtingsprocedure waarbij een verdragspartij een zaak aanhangig kan maken bij de ICAO-raad tegen een andere verdragspartij. En dat gaat alweer over de interpretatie of toepassing van het verdrag. En die procedure vereist overigens dat er eerst onderhandeld wordt op regeringsniveau. En omdat de OVV heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan de radargegevens ten betrekking tot de conclusie van haar onderzoek, hebben wij op die manier ook gehandeld. Maar we hebben ook vastgesteld, en dat heb ik net omstandig uitgelegd, dat we voor de toekomst, in elk geval vanuit Nederland en met onze Europese bondgenoten, het standpunt ingenomen dat hier geen enkel verschil van interpretatie ooit meer over mag ontstaan. En dat je alle radargegevens altijd zou moeten bewaren en dat daar geen verschil van mening meer over kan zijn. De heer Ten Broeke. Nou, voorzitter, dat klinkt een stuk steviger dan onder uw ambtsvoorganger. Het is ook voortschrijdend inzicht, want daar was het alleen nog maar een website. En als je naar die website kijkt, dan zie je hoe weinig erop gepubliceerd wordt. Maar laten we nou eens even teruggaan naar de situatie, de onderhavige situatie. Er zijn suggesties gedaan, niet alleen door enkele van ons, maar ook heel breed. Zou het nou zin hebben gehad om zo'n procedure bij ICAO te starten? Daar is er dus, als ik het goed heb begrepen, eerst een onderhandeling tussen de staten die het betreft. Dus dat zouden dan grieving nations moeten zijn versus Oekraïne of Rusland. Als die onderhandelingen al dan niet met een bemiddelaar tot resultaat hebben geleid, dan kan er niet eens een klacht worden ingediend bij ICAO. Maar dan wordt die desbetreffende lidstaat in gebreken gesteld. Of hoe moet ik me dat voorstellen? De staatssecretaris. En een dergelijke procedure kan dan nooit tot iets anders leiden dan alleen de vaststelling of een lidstaat van ICAO wel of niet die radargegevens had moeten hebben. Maar een verplichting op dat vlak is er ook nog steeds. De staatssecretaris. Voorzitter, dat is precies natuurlijk ook de kern van waar de OVV in haar rapportage zelf ook aan raakt. Waarbij men ook vaststelt dat er geen formele klachtprocedure is. Alleen inderdaad de door u genoemde geschillenbeslechtingsprocedure. Maar voorop staat, en dat is denk ik ook wel de kern hier, dat de OVV ook heeft aangegeven dat zij niet nu de noodzaak ziet om verder die gegevens op dit moment op te vragen voor de conclusies die zij trekt. Conclusies die helder zijn. Conclusies die we ook niet ter discussie willen stellen. En wat we wel ook vanuit de aanbevelingen van de OVV zien, is dat men zegt, en dat heeft men overigens ook binnen ICAO zelf kunnen toelichten, dat het belangrijk is dat in de toekomst er ook geen verschil van interpretatie meer mag zijn over die bewaarplicht. En dat vraagt om actie. En die actie is Nederland gestart. Dat doen we nu binnen Europa met onze bondgenoten om tot een gemeenschappelijk paper te komen. En ik hoop dat dat in september ook bij de assemblee die er is tot een gemeenschappelijk standpunt kan leiden. Want ik begrijp net zo goed als u dat je daar geen onhelderheid over mag hebben. Maar in uw eigen hoorzitting is natuurlijk ook aan de orde gekomen dat deze internationale regelgeving nou niet in alle gevallen evenveel duidelijkheid biedt. En daar zit natuurlijk ook een probleem. Tot slot, ja, voorzitter, kort graag. De ICAO-procedures zijn boterzacht. OVV vraagt er niet om. Met lidstaten gaat het niet nergens toe leiden. Anders dan misschien niet meer de medewerking om de aanbevelingen voor de toekomst over te nemen. En we zitten eigenlijk naar het verkeerde beklaagdenbankje te kijken. Zo vat ik het maar even in mijn eigen woorden samen. Het is goed dat de staatssecretaris nu actie onderneemt. Ik wil graag dat we daar ook bij voortduring van op de hoogte worden gehouden. En die toezegging mag ik toch op zijn minst verwachten. En dan is er nog een laatste punt wat opkwam.
Zou de secretaris-generaal van de Verenigde Naties hier dan nog een rol in kunnen vervullen? Want volgens de ICAO-mensen die wij hebben gesproken, is dat dan nog de laatste begaanbare weg? Even los van het feit dat het waarschijnlijk ook weer maanden duurt. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, uw eerste vraag die kan ik helder beantwoorden. Natuurlijk zal ik uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang van onze actie binnen ICAO. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook doen. En dat we ook, als we op weg gaan naar september, naar de assemblée, u ook melden op welke wijze we dat gaan doen en wat onze verwachtingen zijn. Tweede punt, ik denk dat het ook belangrijk is om aan te geven dat op het moment dat je zou willen starten met een geschillenprocedure, de OVV eerst eigenlijk bij ons moet aangeven dat zij een probleem heeft met een bepaald land om ook de gevraagde informatie te krijgen. En dan moet men dat melden. En pas dan kan de regering eerst een diplomatieke actie starten en vervolgens daarna pas aan geschillenbeslechting doen. Dat zou dan de route zijn. En gelet op het feit, ik herhaal het nog maar één keer, dat de OVV heeft gezegd, wij hebben een heldere conclusie. We bieden dat aan. En de minister van Buitenlandse Zaken gaf ook aan dat die rapportage van de OVV ook op heel veel steun in heel veel landen heeft kunnen rekenen. Dat hebben wij ook ervaren. Dan moeten we niet nu die discussie en die uitkomst zelf in de waagschaal stellen. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, ik voel wat verschil tussen wat de staatssecretaris zegt en wat er in alinea 295 van het rapport staat. Daar staat namelijk uitgelegd in anderhalve pagina waarom de OVV van mening is dat Rusland wel een uitzondering had kunnen maken, maar die had ze moeten vastleggen binnen haar eigen wetgeving. Haar eigen wetgeving maakte geen onderscheid tussen ongelukken die binnen het territorium van Rusland gemaakt waren en buiten het territorium van Rusland, afgezien nog van het feit dat Rusland ook nog aanspraak maakt op het gebied waar de ramp gebeurd is. Maar goed, laten we dat maar even buiten beschouwing laten, want dat is heel ingewikkeld. En niet alleen die niet gemaakt had, maar dat ook niet gemeld had aan ICAO. Dus omdat Rusland dat niet gedaan had en niet gemeld had, was zij verplicht om die radargegevens te bewaren. Waarom neemt de Nederlandse regering daar nu afstand van en zegt dat daar onzekerheid is? Die onzekerheid die kan er staan omdat Rusland die wet had kunnen hebben. Maar wil de staatssecretaris bevestigen dat in dit specifieke geval Rusland de ICAO-regels overtreden heeft? Of vindt zij dat de OVV ongelijk heeft? Nee, voorzitter, ik vind om te beginnen sowieso niet dat de OVV ongelijk heeft. En ik mag hopen dat u dat ook niet vindt. Ik denk dat dat de kern van het debat van deze avond moet zijn. Dat het heel belangrijk is, ook voor de rechtsgang en de waarheidsvinding, dat we dat OVV-rapport heel houden. Dat is echt belangrijk. Rusland zegt in zijn nationale regels geen bewaarplicht te hebben opgenomen voor deze radargegevens, omdat het inderdaad boven ander grondgebied was. En als lidstaten afwijken van ICAO-regels, moeten ze dat inderdaad richting ICAO aangeven. En dat hebben de Russen inderdaad niet gedaan. En dat geeft dus aan dat zij die annex 11, dat was net ook wat ik betoogde, anders interpreteren. En natuurlijk kun je ook zeggen, sterker nog, dat kun je vinden, dat vinden wij ook, dat ze bewaard moeten worden. Maar dat is precies de reden waarom we ook op basis van de aanbeveling van de OVV nu geen enkele twijfel voor de toekomst willen laten bestaan over de vraag of er radarbeelden bewaard moeten worden, of het nu boven je eigen grondgebied is, of die boven een ander grondgebied, sterker nog, of het nou die boven een ander grondgebied is waar je als luchtverkeersleiding al contact mee hebt, dan wel dat je alleen maar het vliegtuig in beeld hebt. En zo verfijnd kan de discussie gaan. En het is om exact al die twijfel die je altijd in dit soort type interpretaties kunt hebben tegengaan, dat de OVV heeft gezegd, er moet gewoon standaard een bewaarplicht komen. En exact die aanbeveling, die hebben we opgevolgd met kracht. Daar zijn we al mee begonnen, om binnen Europa nu daar alle lidstaten achter te krijgen. En vervolgens in de assemblée in september dat ook voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat doen, want ik begrijp heel
goed. Dat ben ik ook met u eens. Dat er geen enkele twijfel mag zijn over het feit dat als er een ongeluk of een situatie is waarbij je die radargegevens zou moeten willen bewaren, dat dat ook moet gebeuren. Daar is geen discussie over. Maar het is wel zo dat we dat beter moeten regelen binnen ICAO dan nu gedaan wordt. De heer Omtzigt. Voorzitter, het klopt dat de OVV de aanbeveling doet dat er enige, zeg maar, raadvoorranden zijn in de verplichtingen van de annex. En het is goed dat Nederland die oplost. Ja. Echter, de OVV is heel scherp. En die zegt, Rusland had die uitzonderingspositie niet, want had ze hem willen hebben, dan had ze dat onder artikel 38 van het ICAO, die annex, had ze dat moeten melden. Heeft ze niet gedaan. Daardoor bestond de verplichting in Rusland en was Rusland in overtreding. Deelt de regering, die net zoals ik dat OVV-rapport heel wil houden, deze conclusie van de OVV, namelijk dat Rusland zich niet aan het ICAO-verdrag gehouden heeft. En dat zijn de laatste paar regels van paragraaf 2.9.5. Ja, voorzitter, volgens mij heeft het kabinet vanaf het begin af aan gezegd dat wij geen twijfel willen laten bestaan of geen afstand willen nemen. Sterker nog, wij omarmen de conclusies van de OVV. Daar is dus geen discussie over. Maar wat u mij vervolgens vraagt is of ik daarmee ruimte heb om bijvoorbeeld via ICAO ook die geschillenprocedure aan te vangen. Daar gaat de discussie over. En daarvan zeg ik u, daar heb ik u ook uitgelegd, wat dan de wijze is waarop je dat zou moeten doen. Er bestaat bijvoorbeeld geen formele klachtprocedure. En dat maakt het ook lastig. En de OVV heeft niet aan de Nederlandse regering gevraagd om bijvoorbeeld die route te bewandelen. Dat is natuurlijk de kern van het debat geweest. En op die manier hebben wij ook gereageerd. U mag die vraag verduidelijken, de heer Omtzigt. Nou, voorzitter, deze vraag, daar verschillen we van mening. Want de OVV is er heel duidelijk in, maar dat zullen we stellen. Maar op dat laatste punt wil ik nog wel een opmerking plaatsen. Wij hebben ICAO in de hoorzitting gevraagd wat moet er gebeuren. En ICAO zei, wij komen alleen in actie als de Nederlandse regering een klacht indient. En nu draait de staatssecretaris dat om en zegt, ICAO heeft ons niet gevraagd om een klacht in te dienen. Nee, dat doet de Belastingdienst in dit land ook niet, vraagt om een klacht in te dienen. Het is aan Nederland om die geschillenprocedure te beginnen. En mijn vraag aan de regering is de volgende. Stel je voor dat we op een later moment, omdat het OM tot het inzicht komt dat ze het alsnog zouden willen hebben, een geschillen, een onderhandeling zouden willen starten met Rusland. Dus een mediation. Sorry, daar is de minister van VNJ trouwens expert in mediation. Zo'n mediation procedure zouden willen beginnen. Is daar een soort tijdslimiet voor? Want we kunnen natuurlijk misschien niet over 5 jaar nog aankomen bij ICAO en zeggen van nou vinden we dat we het alsnog willen hebben en we gaan met Rusland onderhandelen. Heeft de regering dat gecheckt bij ICAO en zo nee, want ik kan me dat voorstellen. Is de regering bereid ons te vertellen wat ongeveer de tijdspanne is waarbinnen zo'n mediation... De staatssecretaris. Voorzitter, misschien mag ik beginnen met zeggen dat ik het niet fair vind dat de heer Omtzigt mij woorden in de mond legt die ik niet heb gebruikt. Ik heb niet gezegd dat ICAO ons moet verzoeken om bijvoorbeeld met een onderzoek te komen of met een procedure te starten. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb u uitgelegd hoe het in de praktijk zou werken. Ik heb u ook gezegd dat de OVV ons niet verzocht heeft om die procedure te starten. Dat is wat ik gezegd heb. Dat vindt u misschien niet terecht, maar dat is wel hoe het gegaan is. En daar hecht ik toch wel aan om dat te zeggen. Ik zal navragen, voorzitter, of er een termijn is. Dat kan ik u niet zo zeggen. Maar ik stel ook vast dat het in die zin nu niet aan de orde is, omdat het verzoek ook niet gedaan is. En ik vermoed dat als de OVV had gedacht dat er een zinvolle route zou zijn, dan had men dat natuurlijk ook in de aanbevelingen opgenomen. In de aanbevelingen heeft de OVV iets anders gezegd tegen de Nederlandse regering. Namelijk, zorg dat je die bewaarplicht veel beter binnen ICAO regelt. En dat is precies, voorzitter, wat we doen. Gaat u verder. Voorzitter, er zijn nog twee andere vragen gesteld die te maken hebben met het onderzoek. En die eigenlijk beide door de OVV zelf zouden moeten worden beantwoord. Dat gaat over het contact met Eurocontrol. Ook daarin is de OVV onafhankelijk. En het kabinet weet niet precies wat er gewisseld is tussen de OVV en Eurocontrol. Uit het OVV-rapport is overigens wel af te leiden dat Eurocontrol bij dat rapport betrokken is geweest.
En de laatste kwestie, dat is het horen van de verkeersleider. Er is geen internationale verplichting. Het is overigens in uw hoorzitting wel aangegeven dat het heel gebruikelijk is om het te doen. Maar er is geen internationale verplichting. En uiteindelijk is ook dat een afweging die de OVV zelf moet maken, voorzitter. Voorzitter, daarmee ben ik aan het einde van mijn inbreng. De heer Van Bommel. Ja, voorzitter, hier geldt een beetje hetzelfde als bij mijn vorige interruptie. Ik mag toch van het kabinet daar wel een opvatting over verwachten. We kunnen constateren, er is geen verplichting. Maar bij een dergelijke ramp is het horen van de verkeersleider die het laatste contact heeft gehad, het laatste zicht heeft gehad, dat is toch een zeer logische kwestie, zou ik zeggen. Daar heeft het kabinet toch wel een opvatting over, zonder dat er sprake is van een verplichting? Nee, voorzitter, dat wil ik juist niet doen. Ik zal u ook uitleggen waarom niet. Ik heb net geschetst hoe het feitelijk ook zit. Maar ik heb ook vastgesteld dat het heel belangrijk is dat we geen discussie krijgen over de vraag van wat betekent het OVV-rapport precies. En het is wel echt de afweging van de OVV. En wij hebben ons om alle redenen die de collega's bij hun inbreng hebben genoemd ook bewust geschaard achter de wijze waarop de OVV en het OM werken. En bewust dus niet zelfstandig daarin stappen gezet, dan wel eigen meningen daarover naar voren gebracht. Niet omdat we die misschien niet hebben, maar omdat we het van groot belang vinden dat de onafhankelijkheid van het onderzoek, maar ook de kracht van het onderzoek, niet ter discussie komen te staan. Tot slot, de heer Van Bommel. Voorzitter, volgens mij wordt de onafhankelijkheid van de OVV op geen enkele wijze aangetast wanneer eenvoudigweg de vraag wordt gesteld: zou het horen van de verkeersleider, zou dat relevante informatie, wellicht essentiële informatie, hebben kunnen opleveren? En indien ja, waarom heeft u daar niet toe besloten? Dat lijkt mij volstrekt geen inmenging in de bevoegdheden of in de loop van het onderzoek van de OVV. Ja, voorzitter, dat is het nou juist wel. Want dat is aan de OVV om dat te besluiten. De heer Daron. Voorzitter, ik dank de staatssecretaris voor haar duidelijke uitleg over die ICAO-regels. Dat die dus heel duidelijk rammelen, dat je daar eigenlijk niet zoveel aan hebt op dit moment. Dus laten we het eens van een andere kant bekijken, namelijk van de ethische kant. Het feit dat Rusland moedwillig cruciaal bewijsmateriaal over die ramp met MH17 heeft vernietigd. De meeste burgers zouden dat gewoon een schoftestreek noemen. Maar laat ik het netjes houden en aan de staatssecretaris vragen of zij vindt dat Rusland daarmee onbetamelijk heeft gehandeld. Voorzitter, ook hier geldt dat ik het van groot belang vind. U heeft de minister van Buitenlandse Zaken hierover gehoord. En ik heb geen ander antwoord, u weet, de regering spreekt met één mond, dan hij u al heeft gegeven. Voorzitter, ik heb het onbetamelijk heb ik nog niet gehoord. Ik mag toch wel weten van deze staatssecretaris of zij dit onbetamelijk gedrag van Rusland vindt. Voorzitter, wat ik van groot belang vind, is dat er voor de toekomst geen enkele spoor van twijfel meer kan zijn over het feit dat je altijd alle radargegevens moet bewaren. En dat is een heel belangrijke strijd die wij nu voeren, samen met onze Europese bondgenoten, om dat binnen ICAO ook glashelder te krijgen. Want dat van groot belang is en dat je dat gewoon moet doen, daar hebben we echt geen spoor van twijfel of verschil van mening over. Echt niet. Tot slot, voorzitter, constateer ik dan toch wel dat onze regering, in ieder geval de vertegenwoordigers die hier nu zo zitten, zich buitengewoon schichtig opstellen zodra het erom gaat Rusland aan te spreken op die schoftestreek. Nee, voorzitter, ik denk dat u echt moet begrijpen dat het voor ons van groot belang is, net als voor u, dat er recht geschiedt en dat de Nederlandse regering op geen enkele wijze die rechtsgang belemmert en de onafhankelijkheid van het onderzoek zoals dat voorligt belemmert. Dat is nou juist de beste manier om ook ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken uiteindelijk berecht zullen worden. En daar is het ons volgens mij allemaal om te doen. Daar is geen verschil van mening over. Dank u wel. Dan zijn we nu toegekomen aan de tweede termijn van de zijde van de Kamer. En dan geef ik de heer Omtzigt als eerste het woord. En de spreektijden zijn 1 minuut 20 seconden, inclusief het indienen van de moties. Voorzitter, dank voor de antwoorden. Toch zou de CDA-fractie graag zo snel mogelijk de declassificatie van Amerikaanse gegevens zien. Voorzitter, in april
deed de minister van VNJ de toezegging dat hij met het OVV zou praten over de stukken die ze nog niet hadden. Toen hadden ze net een missie gehad naar Kiev waar ze de radarbeelden niet gekregen hadden. Zijn de radarbeelden in dat gesprek dat hij aan de Kamer heeft toegezegd aan de orde gekomen? En in juli is er voorinzage geweest. Ik heb even gekeken. Op deel B hebben zowel de ministeries van VNJ, de ministeries van Buitenlandse Zaken en het ministerie van INM feedback geleverd aan de OVV, bijlage I van het onderzoeksrapport. Ik weet niet of ze deel A ook gehad hebben, maar dan zouden ze het echt in de zomer gehad hebben en het toen moeten weten. Graag uitleg. Van de staatssecretaris verneem ik graag tot wanneer je bij ICAO een klacht kunt indienen. En ik vind het onbegrijpelijk dat het OM mondeling zegt of zij bepaalde stukken nodig heeft of niet. Misschien zou de regering het kunnen omdraaien en er zelf om kunnen vragen. Maar dat de minister van Justitie niet zich kan herinneren wanneer voor het eerst gezegd is dat die gegevens niet meer nodig zijn. Dat laat precies de noodzaak tot schriftelijke bevestiging hiervan zien. En mijn vraag is om alsnog die schriftelijke bevestiging te vragen. Die kon wel eens nodig zijn bij een parlementaire enquête over een paar jaar. Voorzitter, één motie. De Kamer gehoord de beraadslagingen. Constateren dat het nooit gebeurt dat onderzoekers de primaire radargegevens niet hebben bij een vliegtuigongeval. Verzoekt de regering binnen 10 dagen zich te wenden tot Rusland, Oekraïne, voor zowel de militaire als civiele radar, de VS en de NAVO om opheldering te vragen welke primaire radarbeelden er na de aanslag beschikbaar waren, wat ermee gebeurd is en welke data nu nog beschikbaar zijn. Verzoekt de regering de resultaten hiervan mee te delen aan de Kamer en aan te geven op welke wijze zij via ICAO, de VN of op andere wijze alles op alles zet om de data alsnog te krijgen, dan wel duidelijkheid krijgt wie de data gewist heeft. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Bommel namens de SP-fractie. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de regering wil geen inmenging in het onderzoek van het Openbaar Ministerie of de Onderzoeksraad. En ik vind dat een verstandig uitgangspunt. Tegelijkertijd verwacht ik wel dat de regering dezelfde nieuwsgierigheid heeft als de Kamer als het gaat om zoveel mogelijk weten over wat er nu al is geleverd door de onderzoeksraad. En dan verbaast het mij dat wat er aan ons is gesuggereerd door een wetenschapper, door wetenschappers, namelijk dat radar- en satellietbeelden, dat die de gebiedsaanduiding op de grond zullen verkleinen, dat moet de nieuwsgierigheid van de Nederlandse regering raken. Het raakt mijn nieuwsgierigheid en ik zal dan ook de motie zojuist ingediend van harte steunen, omdat we op dat punt dan toch verder kunnen komen. Met betrekking tot de verkeersleider die niet gesproken is en de verklaring die niet gevraagd is aan de onderzoeksraad, verbaast het me eveneens dat de nieuwsgierigheid aan de kant van de regering niet net zo groot is als aan de kant van de Kamer. Daar zit informatie, dat kan niet anders, dan moet je dat ook willen weten. Is mijn veronderstelling dat de OVV hier anders in beslist, dat is aan de OVV, maar dat de regering dan niet vraagt van waarom doet u dat, verwacht u daar niets van, dat daar geen nieuwsgierigheid is, dat kan ik mij niet voorstellen. Dus wat het wel is, ik weet het niet. Ik zou er graag met een motie de regering toe dwingen, maar ik begrijp dat dit nu niet het moment daartoe is. Ik beschouw dit debat ook als een tussenstand in het hele proces. Wij zullen hier zeker nader op terugkomen, om te beginnen met vragen rechtstreeks aan de OVV, maar later natuurlijk ook in het debat wat we met de regering zullen hebben, wanneer we meer op tafel hebben. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Ten Broeke namens de VVD-fractie. Voorzitter, als het gaat om het OVV-onderzoek, denk ik dat heel breed iedereen deelt dat we niet zelf de conclusies moeten gaan aantasten, hoe goed onze bedoelingen ook zijn. Een aantal woordvoerders hebben gezegd, die conclusies staan als een huis. En ik denk dat het van belang is dat we daar dus ook niet aan gaan afdoen, vooral niet als het OVV zelf de voor ons zo logische vraag denkt al te hebben beantwoord, ook zonder die primaire radargegevens. Voor het OM geldt, u vraagt, wij draaien. Dat is een principe dat we nu met de regering hebben afgesproken, daar wil ik ook van uit kunnen gaan. Ik denk dat het goed is dat ook nabestaan en de gelegenheid worden gesteld om opnieuw met het OM te spreken. We hebben zelf eerder die mogelijkheid ook gehad, dat is bijzonder in een lopende moordzaak, dat realiseer ik mij ook. We kunnen niet inderdaad eindeloos blijven vragen aan een regering die heeft gekozen om neutraal te blijven, om daarmee de kansen op opsporing en vervolging te vergroten, om eigenstandige stappen te zetten of voortdurend met meningen te komen, hoe graag wij dat ook zouden willen. Ik snap dat.
De onafhankelijkheid en de kracht van het onderzoek moet niet ter discussie komen. Dat geldt voor zowel het gedane onderzoek van OVV als ook voor het OM. De route van ICAO loopt dood. We staan eigenlijk met onze mond vol tanden, nog voordat we goed en wel überhaupt al iets hebben kunnen indienen daar. Landen die we daar in het beklaagde bankje zouden willen plaatsen, die zouden wel eens later dan de oprichting van een echt beklaagde bankje kunnen tegenhouden. Dat is frustrerend, maar ook dat begrijp ik tot op zekere hoogte. En ik vind ook dat de Tweede Kamer niet zelf bewijs moet gaan produceren of door bewijs heen moet banjeren, zoals ik dat in de eerste termijn heb uitgedrukt. Wat ons betreft blijft cruciaal dat uiteindelijk alles op alles wordt gezet om de daders achter de tralie te krijgen. Ik denk ook dat dat uiteindelijk de nabestaanden van ons verwachten. Ik heb de beantwoording van de regering vandaag zo verstaan dat wij voor de toekomst, en ik prijs de staatssecretaris van INM daarvoor, in ieder geval er alles aan zullen doen om te voorkomen dat radargegevens nog ooit niet worden bewaard. Die bewaarplicht die moet er komen, daar gaan wij goed en stevig op letten. Dank u wel. En ik heb de uitlating van de minister van Buitenlandse Zaken van INM zo verstaan dat de Amerikanen alle medewerking verrichten en dat er dus op dit moment geen behoefte is om daar nog eens keer expliciet om te vragen. Dank u wel. Ik wil die uitleg graag aan de tweede termijn nog één keer horen. We hebben tijden met elkaar afgesproken. Iedereen dient zich aan te houden, ook u, meneer Ten Broeke. Dan geef ik nu het woord aan de heer Sjoerdsma namens D66. Voorzitter, dank en dank ook aan de ministers en de staatssecretaris voor de antwoorden. Het is een klein beetje een bevreemdend debat geworden. Vrijwel iedereen hier onderschrijft de kwaliteit van het OVV-rapport en wil daar niks aan afdoen. Vrijwel iedereen onderschrijft ook de noodzaak dat het Openbaar Ministerie onafhankelijk onderzoek doet. En iedereen wil de daders achter tralies. Maar het bevreemdende zit hem wel hierin. De Verenigde Staten beschikken over zeer specifieke inlichtingen, willen die desgevraagd rubriceren, vrijgeven, maar het kabinet wil daar niet om vragen. Rusland wist radargegevens, maar de ICAO-richtlijnen bevatten gaten en daardoor ziet het kabinet geen aanleiding om een geschillenprocedure te beginnen. Dat Russische wissen is natuurlijk wel obstructie. En natuurlijk, dat is ook waar, dat is de andere kant van de zaak en dat maakt het wat bevreemdend. Het OVV en het OM vragen er niet om, hebben er niet om gevraagd en zeggen nu, we hebben het op dit moment niet nodig. En dat is ook, vind mijn fractie, een belangrijk signaal. Het is niet, en dat hebben voorgaande sprekers ook gezegd, het is niet de bedoeling dat er doorlopende onderzoeken heen wordt gelopen. Tegelijkertijd is het wel ongemakkelijk. Ongemakkelijk omdat niet uit te sluiten valt dat deze radar- en satellietgegevens later wel nodig zijn. En ik zou het kabinet nog één oproep willen doen in het kader van resolutie 2166, waarin alle landen op deze wereld worden opgeroepen om mee te werken aan de onderzoeken met betrekking tot MH17. Mag ik het kabinet vragen deze resolutie en de daaruit voortvloeiende verplichtingen nogmaals diplomatiek en politiek onder de aandacht te brengen van met name Oekraïne en Rusland. Alles om de daders achter tralies te krijgen. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bontes. Voorzitter, ik heb 50 seconden, zie ik, dus ik moet het heel snel doen. Ik heb één motie, ik kan hem niet toelichten, dus ik ga hem maar gelijk voorlezen. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de verklaringen van Rusland en Oekraïne, waarin zij aangeven niet over aanvullende radarbeelden te beschikken, niet aannemelijk zijn. Overwegende dat strafrechtdeskundigen aangeven dat de primaire radargegevens cruciaal zijn voor de strafrechtelijke vervolging. Overwegende dat alles moet worden gedaan om deze radargegevens boven tafel te krijgen, verzoekt de regering bij ICAO een zaak te starten tegen Rusland en Oekraïne en tegelijkertijd te onderzoeken op welke wijze aanvullende juridische stappen tegen deze landen kunnen worden gezet. Er gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dat maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer De Roon namens de PVV-fractie.
Voorzitter, kort na de verschrikkelijke aanslag op vlucht MH17 zei premier Rutte: één ding moet glashelder zijn. De onderste steen moet bovenkomen. En de vraag is, wat is deze belofte nu vandaag nog waard? Vandaag, ruim 18 maanden later, lijkt de belofte van Rutte niet te zijn waargemaakt. Er heerst in tegendeel nog steeds een sfeer van schimmigheid met betrekking tot de relevante radarbeelden. Maar wat ik nog minder begrijpelijk vind, voorzitter, is het feit dat onze regering blijkbaar niet van plan is om een oordeel uit te spreken over de moedwillige vernietiging van cruciaal bewijsmateriaal door Rusland. Dat kan ik eigenlijk alleen maar begrijpen, voorzitter, als ik aanneem dat onze regering nog de hoop heeft straks op medewerking van Rusland te kunnen rekenen om de daders van deze terreurdaad voor de rechter te krijgen. Ik vrees dat dat een ijdelijke hoop is, maar ik hoop dat dat toch gaat lukken, voorzitter. Dank u wel. De heer Ten Broeke heeft nog een vraag voor u, meneer Droon. Nee, ik nodig u niet uit om een vraag. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Savaas namens de PvdA-fractie. Dank, voorzitter. En ik was eigenlijk met dat laatste stukje van collega De Roon zeer eens. Daar zit natuurlijk precies de kern in. We hebben allemaal dat ongemak, allemaal dat gevoel van wat is hier gebeurd. Maar we willen allemaal dat dit slaagt. En daar heeft hij het denk ik goed in samengevat. Ik heb dat in mijn eerste termijn ook in die rare spagaat die er soms tussen transparantie en succes willen hebben bij waarheidsvinding en het strafrechtelijk onderzoek en de berichting, die spagaat die daar soms in zit. Voorzitter, ik vond de korte manier waarop de staatssecretaris zei, we moeten het OVV-rapport heel houden, heel duidelijk. En dat is inderdaad zo. We moeten daar geen vraagtekens bij stellen. Dat doen anderen al voor ons, zou ik haast zeggen. Laten wij recht achter de OVV gaan staan. Ook het OM moet alle steun krijgen, maar we mogen hen niet voor de voeten lopen. Hoe collega Sjoerdsma zei dat er een ultieme oproep gedaan moet worden om resolutie 2166 volledig na te leven door iedereen, dat steun ik. Maar niet door nu allerlei procedures te starten waarvan de uitkomst ongewis is en de schade mogelijk groot. Voorzitter, ik heb nog recht, meen ik, op antwoorden op vragen of het niet alleen de OVV was, maar ook wellicht de regering op enig moment die met de Oekraïners over die radarbeelden heeft gesproken. Dat zou nog in de tweede termijn terugkomen. Een laatste opmerking over de satellietgegevens van de Amerikanen. De minister zei, als dat nodig is voor het strafproces, zullen we daarop aandringen om ze openbaar te maken. Ik zou hem toch willen vragen om, zodra het kan in het strafproces, zo groot mogelijke openbaarheid sowieso na te streven. Uiteraard is het strafproces leidend, maar veel mensen willen die beelden, als dat mogelijk is, ook gewoon op zeker moment zien. Dus graag nog één keer daar een reflectie op. Dank u wel. Dank u wel. De minister kan, eigenlijk de beide ministers en de staatssecretaris kunnen gelijk antwoorden. Dan geef ik nu het woord aan de minister. Voorzitter, dank. En dank ook aan de leden van uw Kamer die er geen twijfel over willen laten bestaan dat de Kamer ook volledig achter het rapport van de onderzoeksraad staat. En dat is van belang, omdat inderdaad, zoals de heer Serva zei, er natuurlijk wel partijen zijn die de onafhankelijkheid en de kwaliteit van dat rapport graag ter discussie zouden willen stellen. En ik dank de Kamer dan ook voor de steun die daarvoor is uitgesproken. De heer Omtzigt heeft mij nog in eerste termijn gevraagd naar aanleiding van het debat op 23 april en de toezegging die ik toen aan de Kamer heb gedaan om bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na te vragen of er voldoende informatie was gegeven. Ik hecht eraan de heer Omtzigt te herinneren dat zijn vraag toen ging over de informatievoorziening van de Nederlandse overheid. En ik heb die vraag ook aan de voorzitter van de Raad voor de Onderzoeksraad voorgelegd. En hij heeft mij aangegeven geen problemen te ervaren in de informatieverstrekking door de Nederlandse overheid aan de Onderzoeksraad. En dat heb ik uw Kamer ook bevestigd in de brief van 15 juni. Vervolgens vroeg de heer Omtzigt naar de inzage in het conceptrapport. En het is ook heel goed dat de heer Omtzigt dat ook aangeeft. Het gaat natuurlijk om verschillende deelrapporten in zekere zin. Het conceptrapport over de oorzaak van de ramp, waar het hier vandaag over gaat, is niet vooraf ter inzage gegeven aan de Nederlandse regering. Wel, zoals de heer Omtzigt terecht opmerkt, maar daar vroeg hij niet naar, is het onderzoek naar de passagierslijst en de besluitvorming rond de vliegroutes over conflictgebieden aan de Nederlandse overheid
voorgelegd. En dat is ook logisch ook, omdat die onderzoeken zagen op de rol van de Nederlandse overheid. En daar is door de onderzoeksraad hoor en wederhoor op toegepast. Ik wijs erop dat ik de Kamer meermalen heb bevestigd dat het Openbaar Ministerie mij heeft bevestigd geen behoefte te hebben aan nadere informatie. En dat men dus daar, en dat staat dus op, in die zin ook al meermalen op schrift. Voorzitter, ik begrijp heel goed de opmerking van de heer Van Bommel over nieuwsgierigheid. Ik denk dat veel mensen die nieuwsgierigheid ook kunnen begrijpen. Maar de Nederlandse overheid past in het kader van de onderzoeksraad, die volledig zelfstandig onderzoek heeft verricht, onafhankelijk onderzoek heeft verricht, maar ook in het kader van het Openbaar Ministerie past het om die nieuwsgierigheid te beteugelen. Omdat wij juist hier als overheid alleen als zij het vragen moeten handelen en geen risico's moeten nemen door middel van acties die op basis van die nieuwsgierigheid zijn gebaseerd. De heer Van Bommel. De heer Van Bommel. Ja, voorzitter. Het woord nieuwsgierigheid heb ik hier misschien te gemakkelijk gebruikt, omdat dat zou kunnen duiden op het lichtvaardige willen weten om te weten. Daar gaat het hier niet om. Waar het om gaat is dat er een keuze gemaakt is door de OVV waarvan ik zou zeggen, hé, dat is toch eigenaardig. Daar ga ik eens naar informeren, want het ligt zo voor de hand om dat anders te doen, om wel met die verkeersleider te willen praten. Dat is waarom ik gezegd heb dat ik het van de regering verwacht zou hebben dat ze op dat punt een vraag zou hebben gesteld. Helemaal niet iets zou hebben geprobeerd de OVV tot ander handelen te bewegen. Want dat zou wel interveneren in het werk van de OVV zijn. Maar simpelweg vragen naar een verklaring. Waarom is dat niet gebeurd? Ja, voorzitter, maar dat past de regering niet om dat soort vragen aan de onderzoeksraad te stellen. De onderzoeksraad heeft een onderzoek gedaan op basis van internationale regelgeving. En het is niet aan de Nederlandse regering om daar dan vervolgens inhoudelijke gesprekken met de onderzoeksraad over aan te gaan. Dat is ook niet gebeurd. En dat zou denk ik ook niet verstandig zijn. Tot slot. Voorzitter, het was al eerder vastgesteld dat het niet verplicht is om die verkeersleider te horen. Maar wel lijkt mij zeer voor de hand liggend. Of deelt de minister die opvatting niet, dat het zeer voor de hand liggend is? Voorzitter, daarvoor verwijs ik terug naar de opmerkingen die zojuist door de staatssecretaris zijn gemaakt. Ik zal er zelf verder geen exegese over houden. Dan merk ik op in de richting van de heer Servaas dat ook voor hoe ook omgegaan wordt met de informatie die vanuit de Amerikanen is gegeven, of die wel of niet gedeclassificeerd is, daar ligt echt het primaat bij het Openbaar Ministerie. Als het Openbaar Ministerie behoefte heeft aan een andere verstrekking van die informatie dan tot op heden het geval is geweest, dan zal de overheid daar een bijdrage aan leveren. Dan geef ik nu het woord aan de minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Sjoerdsma. U had nog een vraag aan de minister van Veiligheid en Justitie. Ja, excuus voorzitter, tenzij ik het zelf heb gemist. Heeft de minister nog verteld wanneer het contact met het Openbaar Ministerie voor het eerst is geweest dat het Openbaar Ministerie deze beelden niet nodig heeft? Nee, voorzitter, wanneer ik daar met het Openbaar Ministerie precies over gesproken heb, dat heb ik al gezegd, dat weet ik niet. Maar ik heb het u aan uw Kamer meermalen bevestigd en die zijn gedateerd. Dus kort daarvoor heb ik het ook met het Openbaar Ministerie besproken. Ook de heer Omtzigt heeft een vraag. Ja, ik heb nog even nagezocht in het debat van 23 april. Voornemens ben en reeds heb toegezegd met de voorzitter van de OVV, dan kunnen wij zien of bij de onderzoeksraad dezelfde gevoel leven zoals hier in de Kamer aan aanzien van het wel of niet krijgen van alle relevante informatie. Dat was niet beperkt tot die van de Nederlandse regering. Maar is het gesprek wel alleen maar gegaan over informatie die van de Nederlandse regering verkregen kon worden? Zijn daar andere problemen in het gesprek dat in april heeft plaatsgevonden niet aan de orde geweest? Voorzitter, de heer Omtzigt heeft toen in het debat gevraagd om een lijst met documenten die nog niet aan de, zo herinner ik het mij in ieder geval, die nog niet aan de OVV waren verstrekt. Ik heb toen gezegd, ik zal de OVV vragen welke informatie de OVV nog niet gekregen heeft van de Nederlandse overheid en of zij tevreden is met de informatieverstrekking. En zo heb ik ook in de brief van 15 juni gerapporteerd. Tot slot, de heer Omtzigt. Dat klopt dat dat gerapporteerd is en dat was ook mijn vraag. Maar de toezegging ging meer in zijn algemeenheid. En dat is waarom ik de vraag stel, is dat in dat gesprek ook aan de orde gekomen? Of is het in het geheel niet aan de orde gekomen dat de OVV toen zei van, nou, we hebben met Nederland geen probleem meer na de Kiev-briefing en nadat u ons andere documenten gegeven heeft. Maar de OVV-voorzitter heeft er niet gezegd, maar we hebben nog wel een ander probleem en dat is dat we echt niet aan die primaire radar komen.
Voorzitter, de informatievoorziening, die vraag die u gesteld ging over de rol van de Nederlandse overheid in relatie tot de OVV. Die vraag heb ik beantwoord gekregen en heb ik uw Kamer over geïnformeerd. U weet ook dat als de OVV, die volledig onafhankelijk en volledig zelfstandig opereerde, behoefte zou hebben gehad aan andere informatie, dan stond het de OVV geheel vrij om de Nederlandse regering daarbij op te verzoeken. En dat is sowieso ook de rol. De OVV is leidend in haar eigen onderzoek. Dank u wel. Ja, de heer Omtzigt. Voorzitter, dan wil ik toch één ding heel duidelijk hebben. Ik heb namelijk al twee keer schriftelijk gevraagd. Wanneer wist de regering voor het eerst dat de Russen hun radargegevens vernietigd hadden, hun primaire radargegevens, en de Oekraïners niet in staat waren om ze te leveren? Wanneer vernam de regering dat? Ik heb gevraagd dat het in april of juli was, maar op welk moment werd dat de regering duidelijk in dat hele proces? Ja, voorzitter, dat detail heb ik niet beschikbaar, maar als de heer Omtzigt daarna gevraagd heeft, herinner ik mij, maar dan bevind ik mij op glad ijs. Want volgens mij was het antwoord, ik weet het niet, voorzitter. Het antwoord ken ik nog uit mijn hoofd, dat was, het is voor het eerst op 13 oktober publiek bekend geworden dat het niet bekend was. En dat klopt, want dat was de datum van het verschijnen van het OVV-rapport. Precies. Maar mijn vraag was of dat ook het eerste moment was waarop dat bij de regering bekend werd. Dat was de vraag. En iets kan natuurlijk eerder bij de regering bekend zijn dan wanneer het publiek bekendgemaakt wordt. Nee, voorzitter, dat is het antwoord ook. Op het moment dat het OVV-rapport werd gepubliceerd, nam de Nederlandse regering daar ook kennis van. Dank u wel. En daarvoor dus niet? Bij mijn weten niet, voorzitter. Dan geef ik nu het woord aan de minister van Buitenlandse Zaken. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er zijn aan mij eigenlijk geen nieuwe vragen gesteld, behoudens mijn toezegging aan u om in ieder geval wat betreft de VN-resolutie die betrekking heeft op de noodzaak dat landen samenwerken met betrekking tot de consequenties van de ramp met de MH17, om daar nog eens de nadruk op te leggen. Ik ben ook zeer bereid om dat opnieuw weer eens met de VN te bespreken, omdat het natuurlijk wel nodig is dat iedereen samenwerkt. Het is niet dat ik daar nu grote twijfels over heb, maar het is wel van belang, geloof ik, gezien de wensen van de Kamer, om daar opnieuw internationaal de aandacht voor te vragen. En ik ben graag bereid om dat te doen. Het tweede aspect betreft, maar ik val een beetje in herhaling, dat de Nederlandse regering gewoon voor een principiële richting heeft gekozen. Namelijk dat wij stap voor stap proberen mensen voor de rechter te krijgen. En dat doen wij via aan de ene kant via de internationale regels voorlopen OVV-rapport. En anderzijds via de samenwerking in het JIT met betrekking tot het Openbare Ministerie. Dat is een principiële keuze, dat is een heldere lijn. Het kan dus niet zo zijn dat, ondanks het begrip voor alle vragen die hier in de Kamer bestaan, of nieuwsgierigheid of de interesse voor allerlei zaken die op zich heel erg van belang zijn, dat we van die heldere lijn af zouden gaan. Omdat die precies afbreuk zou doen aan datgene wat we belangrijk vinden, namelijk een goede rechtsgang. En ik vind dat we die verplichting ook hebben aan de nabestaanden. Het is zo dat tot nu toe die stap voor stap benadering, niet politiseren, niet de regering in de stoel zitten van onderzoek en van rechtsgang, de enige wijze is om verder te komen, om geloofwaardigheid te houden internationaal en stap voor stap verder te komen. Dat is de verplichting van de Nederlandse regering. Wij gaan ook niet van die lijn af. En in dat licht moet ik ook de motie op stuk nummer 1 van de heer Omtzigt ontraden. Omdat dat zou leiden tot aparte initiatieven die niet ingegeven zijn op basis van verzoeken van hetzij het Openbaar Ministerie, hetzij de OVV. En daar houden we gewoon principieel aan vast. Dat is niet iets om iets te verhullen of om schimmig te zijn. Integendeel. Als het om dit soort zaken gaat, kun je alleen via datgene wat we hier met elkaar hebben afgesproken, namelijk onafhankelijk onderzoek, onafhankelijk Openbaar Ministerie, internationale samenwerking. En dat hebben we echt nodig, want het is moeilijk genoeg. U heeft hier ook geschilderd hoe de internationale samenleving op het ogenblik in elkaar zit. Dat is niet eenvoudig. Het gaat niet alleen over morele oordelen, zou ik willen zeggen. Het gaat ook over de effectiviteit wat we met elkaar willen bereiken. En ik zou in dat licht dus de motie op stuk nummer 1 willen ontraden. Dat heeft u volgens mij al gezegd, de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. Even een aantal zinnen terug. Nog heel even naar resolutie 2166. Want vandaag is het heel lang gegaan over ICAO-richtlijnen. Het is heel lang gegaan over allemaal verplichtingen binnen luchtvaartverdragen.
Daar zitten allemaal vervelende haken en ogen aan waar we niks mee kunnen. De minister heeft net ook uitgelegd wat neutraliteit van het onderzoek betekent. Maar die VN-resolutie die hangt daar als een paraplu boven. Met een heel duidelijke opdracht aan alle landen. Werk 100% mee aan deze onderzoeken. Ik hoor deze minister net zeggen, dat verwelkom ik. Ik ga deze resolutie nog een keer onder de aandacht brengen. Maar hij zegt daarbij in de VN. Ik zou het nog iets willen specificeren met het welnemen van de minister. Want de VN is niet de organisatie die tegenwerkt, laat ik het maar zo zeggen. Ik hoop dat de minister deze resolutie nog een keer onder de aandacht wil brengen, specifiek bij twee landen, Rusland en Oekraïne. Ja, voorzitter, daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik geloof dat ik binnenkort gesprekken heb met de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Het is mijn verplichting om dat te doen. Ik zal dat doen. Ik doe dat bij alle bilaterale contacten. Ik ben graag bereid dat weer opnieuw onder de aandacht van de collega's te brengen. En ook met overtuiging. Want ik sta hier natuurlijk wel namens ik spreek dan namens de Nederlandse regering. En dus met de verplichting om juist ook voor de nabestaanden van de ramp op te komen. De heer Sjoerdsma. Voorzitter, dank daarvoor. Ik vind dat een belangrijke toezegging. Kan de minister dan ook, en dat is dan eigenlijk het laatste, om dit operationeel te maken, als hij dat heeft gedaan bij deze ministers, aan de Kamer terugkoppelen hoe dat gesprek is verlopen? Ja, heb ik geen enkel probleem. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Voorzitter, hartelijk dank. De vraag van de heer Omtzigt was of er ook een termijn is voor een geschillenprocedure binnen ICAO. Er is geen termijn voor. Ik herhaal nogmaals dat zowel OVV en JIT ook niet gevraagd hebben om deze procedure te starten. En overigens zou, als je dat al zou willen doen, eerst de diplomatieke route moeten worden bewandeld, waarbij landen er onderling zullen moeten proberen uit te komen. En voorzitter, dat brengt mij eigenlijk bij het punt van de motie die de heer Bond heeft ingediend, die vraagt om alsnog de zaak te starten bij ICAO. Ik denk dat ik in mijn termijn heb uitgelegd waarom we dat niet doen. En het kan ook niet anders zijn dan dat we deze motie helaas moeten ontraden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de beraadslaging. Ik dank de minister van Veiligheid, minister van Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Kamerleden, ondersteuning van de minister en de mensen die dit debat ook hebben gevolgd. Over de ingediende motie zullen we volgende week dinsdag stemmen. Ik sluit de vergadering.